Wel luistert naar Vrijheid Radio. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, dit is weer een aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat je luistert. We zitten hier gezellig. Ik dacht Libertaria, maar op dit moment Yoshi, die aardig is. Yay! Ja. En, meestal ben ik nog niet jarig, maar deze keer is het anders. Ja, ja, ja. Jan-Marc en mijn naam is Johan en Peter komt er zo meteen ook nog aan. Er wordt ondertussen van alles in de chat gezegd, dus ik weet niet of jullie het in de gaten kunnen houden. Allemaal een felicitatie natuurlijk, hè. Die duizenden kijkers van ons, die zitten allemaal te feliciteren, Johan. Ja, hier, mijn favoriete luisteraar is er. Kijk eens. Ja, in de YouTube-chat zegt Jonica, men heeft nu bewijs dat het Poetin was van de aanslag, denk ik. Ja. Zijn paspoort gevonden, ja, klopt, ja, 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 ja. Ja, dat had ik vanochtend al gedeeld, toch? Ja, ik had vanochtend gedeeld. Hij vond ook wel een sterke meme, trouwens, ja. Ja, joh. En er zijn er mensen die het niet snappen, hè? Kun je dat voorstellen? Dat je ja, dus die Tucker Carlson was erop losgegaan, hè? Ja, ook ja. Verhaal. Ja. Heb je dat gezien? Ja, heb ik gezien. Nou ja, eigenlijk heeft hij gewoon twee hoogwaardigheidsbekleders van de VS gequote. Want als je het filmpje van Biden en zo'n, ook zo'n vrouwtje, ik weet niet wat voor functie dat die dan weer had. Nancy Pelosi of zo? Speaker of the House? Nee, het was veel minder bekend. Maar die zeggen allebei gewoon... Oh, die nieuwe figuur. Dat was zelfs de linkerkant van de Democraten had daar moeite mee. Ik weet wie je bedoelt, ja. Ja. Oh, wauw. Nou, en die zeggen gewoon op camera, op een officiële vraag van... Nou ja, we gaan die pijpleiding laten verdwijnen. Oh. Ja, maar hoe gaat u dat dan doen? Dat is toch helemaal een nieuwe pijpleiding? Nee, maak je maar geen zorgen. Dat beloof ik bij deze. We gaan die pijpleiding laten verdwijnen. We hebben ons betoden. Ah. Ja, nee, maar dat is mooi. Maar dat vind ik het leuk aan Biden. Hij geeft alles toe, hè? Hij heeft ook die fraude toegegeven. Nee, maar... Hij heeft toegegeven dat hij een miljard euro aan Oekraïne heeft gegeven om zijn zoon van een corruptiezaak af te halen. Gewoon op tv. Geeft dit weer toe. En hij las het ook op van een briefje, hè? Zag je dat? Hij las op een gegeven moment tegen die vraag van ja, als je, maar het als je net met Trump zou doen, dan zeggen ze nee, die Trump die roept maar wat. Maar bij Biden is alles zo gescript, dat moet iemand, weet je, dat is niks... Nee, maar het was heel duidelijk dat toen hij die vraag kreeg van die journalist, nepjournalist, van ja, maar hoe doe je dat dan? Want het is van Duitsland, dat gasleidingje. En toen keek hij op zijn briefje en toen gaf hij dat antwoord. Van dan maak ik me geen zorgen, dat regelen wij wel. Dat die... ja. Ah. Dus ja, je kunt niet zeggen wat ze normaal altijd zeggen, weet je wel, dat is altijd een verdediging van ja... Hij maakt wel eens een vergissingje, Biden. Dat zeggen ze dan. Ja, hij was even in de war en zo. Maar nu las... Je zag dat hij het voorlas, hè? Hij las het gewoon voor. Ze hadden vandaag een poll bij het RTL Nieuws. En toen ben ik door iemand erop gewezen... waardoor dat ik die heb ingevuld. En er waren allerlei gesloten vragen over die gaspijpleiding. En de laatste vraag was een open vraag. Hoe denkt u dat de toekomst... Wat zou er volgens u moeten gebeuren? Nou, toen had ik in die open vraag had ik geschreven... Ik zou een arrestatiebevel uitdoen voor Bush Junior... voor het opblazen van het WTC-gebouw. Ik denk dat dat wel een hoop zou oplossen, maar ja. Is het geluid goed, jongens, denk je? Ja, oké, mensen die in het chat, laat even weten of het geluid goed is. Ik zal nog even zeggen wat er allemaal te wachten staat. Er worden gigaveel egels weggegeven. Namelijk 36 keer 36. Hoe we dat gaan weggeven, dat moeten we nog maar even... Zolang er, we doen het zo, Johan. Zolang dat er geen 36 namen op het wiel staan... wint iedereen die op het wiel staat vanavond gewoon 36 egels. Oh, oké, ja, dan doen we het. Zolang de voorraad trekt natuurlijk. En als er 37 op het wiel komen te staan, dan draaien we en degene die dan zijn naam, die krijgt niks. Nou, heel erg de grootste bij ons in het gezelschap. Ben ik nou de grootste? Ja. Oh, ik was net de kleinste, zag ik. Oh, wacht, ja, natuurlijk op Twitch is het anders dan.
Hey, maar leuk dat je er bent trouwens. En ja, dan moet ik natuurlijk even de egelregen nog even erin gooien. Uitroepteken Ron Paul in de chat. Volgens mij kan je eigenlijk alles gewoon zeggen in de chat en je zit er al in. Even kijken, waar is die egelregen gebleven? Mag dat trouwens ook in de chat van YouTube of mag dat alleen maar in de chat? Nee, van... alleen in Twitch en Stream Elements. Ja. Dus in YouTube werkt het helemaal niet. Maar maakt niet uit wat je zegt in de chat. Als je er mee doet... Volgens mij eigenlijk maakt dat niet uit. Nee, dat, maakt niet uit, maakt niet uit. Volgens mij zit je er gewoon bij als je wat zegt. Ja. En dan... dan moeten we even kijken, want dan winnen er natuurlijk hartstikke veel mensen die winnen iets. Dus dan moeten die allemaal eigenlijk mij een berichtje sturen met hun e-gulden adres. Maar ja, dan zien we nog wel hoe of wat, dat komt wel goed. Ja, nou ja, de trouwe luisteraars heb je er denk ik wel het adres van, hè? Ja, van de meeste mensen heb ik. Goed, ja, ik denk dat ik gewoon regelmatig even een draai aan de wiel geef. Dus dat we het maar zo doen dan, hè? Ik zei al, zolang het er geen 36 zijn, wint iedereen gewoon. Dus. Ja. En we hebben ook nog om 9 uur Mannix. Die gaat ook nog even een update geven over de Free Commune. Want ze zijn best wel ver gekomen. Dus eindelijk een libertarisch project dat wel lijkt te slagen. Hij is wel de enige die er woont nu nog, hoorde ik. Ja, maar goed, hij gaat er al. Hij staat echt. Hij zit zich helemaal. Hij is een voortrekker. Ja, oké. Okay. Ja. God, die wijn is wel lekker trouwens. Als iemand nog bij Lidl komt. Koop de Rhône Village Plan de Dieu. Als je nog gelovig bent. Niet Mont de Dieu, maar Plan de Dieu. Ja, ik heb een luxe nootjes erbij of niet? Ik heb een Amarone van Masi en een Ramon Amarone Classic. Ja, het is een beetje feest vandaag, dus ik dacht ik pak even uit gewoon. Santé, jongens. Ja. Gezopen dat het niet normaal is. Sterker nog, er zit een bericht bij ons. Het tweede bericht. Dat hadden we vorige week al behandeld. Nou, dat was er toen ingekomen. Toen Johan 2 flessen wijn achter de kiezer had. Dus hij is dat vergeten. Maar goed, laten we beginnen met goud, zilver, bitcoins en de staatsvolmeter. We beginnen even met, ik denk dat dit goud is. Die staat nog steeds niet op de 1700. Maar hij stijgt wel weer een beetje, zie ik. Hij staat op 1600 nog wat. Dan gaan we naar, even kijken hoor. Olie, die staat, dit is bitcoin. Die staat op 19.200 nog wat. Crude oil, die is... die heb ik dan per ongeluk weggeklikt. Misschien wat jij hem uit je hoofd Ik kan hem heel snel te pakken hebben, in ieder geval. 81,15. Die was iets en de gestegen. OPEC die wil weer production cuts gaan doen. Die vinden het wel te laag worden aan. De DXY, die staat op een hoogtepunt van 115 punten. Maar die is nu weer aan het dalen. Hij staat nu weer op... 112 punten. Ja. Dat is de dollar tegenover alle andere valuta in de wereld. Ja. En de Britse pond was weer wat omhoog, hè? Ja. Die is weer omhoog. Hè. Die was gecrashed. Hè. Die had een, Maar hij staat weer op 1,13 nu. Ja, ze hebben maatregelen genomen. Zo'n bands kopen ze op. Ja, dit is wel apart bij die Britse pond. Dat al die centrale banken zijn natuurlijk, we gaan de geldkraan dichtdraaien en om de inflatie te bestrijden. En toen begon het in elkaar te storten in het Verenigd Koninkrijk. Want de staatsobligaties die werden bij bergen gedumpt door met name pensioenfondsen om collateral te krijgen. En toen zeiden ze, we gaan toch maar QE doen. Dus nu krijgen eigenlijk twee tegengestelde krachten. Aan de ene kant zijn ze rente aan het verhogen. Aan de andere kant zijn ze geld aan het drukken door alle assets op te kopen. Dus dat gaat een beetje tegen elkaar in. Maar dat is wel de eerste kanarie in de kolenmijn die door de knieën gaat. Ja. Hoewel experts verwachten dat het voor de VS nog niet zover is. Hè. Ja. Ik had hier, laat er daar maar even mee beginnen. Want die had ik eigenlijk als eerste willen doen. Ik weet niet waarom die later staat. Maar in ieder geval, de Britse pond die had een Terra Luna gedaan. Ergens in deze week. Die ging gewoon. Ah.
Nou ja, op een gegeven moment voor een gewoon... grote munteinheid was het wel bijzonder hard, ja. Er wordt gewoon heel veel centraal gepland op topniveau. En die zeggen gewoon, nu is de dollar, die bellen met elkaar om 12 uur 's middags Londense tijd. En dan zeggen ze, morgen is, of om 1 uur 's middags is de wisselkoers is dit. Nou, en dan is het gewoon, dan hangen ze telefoon op en dan plop. Ja, wat ik ook het rare vind, is dat al die munten naar elkaar toe gaan. Het pond is bijna een euro waard, is bijna een dollar waard, is bijna een Zwitserse frank waard. Alles wordt hetzelfde waard. Anders is het zo moeilijk handelijk tegen die bitcoin, joh. Dan krijg je zoveel arbitrage. Ja. Ik heb het idee dat ze straks komen met een nieuwe munteenheid, als ze allemaal gelijk zijn. Dus ze denken, we kunnen net zo goed de Globo invoeren dan. De Globo. Dat is een goede naam, ja. Ja. In ieder geval, dat het allemaal omlaag flikkerde, trok het ook de S&P en de Dow mee. Ja, maar deze keer niet de Bitcoin. Want ik had een heleboel vrienden in de cryptowereld die dan de technische analyse op Bitcoin, daar geloven ze graag in. Die laten zich graag voor de gek houden. Mm-hmm. Maar deze keer schoot inderdaad een hoop naar beneden. En ik zelf ook. Ik keek naar de Bitcoin-prijs en dacht, nou, er is helemaal niks aan de hand. Het bleef gewoon. Dus heel veel van die mensen die in de technische analyse van Bitcoin geloven, zagen hierin het loskoppelen van de correlatie tussen de S&P en de Bitcoin. En de bodem was er nu gezet voor de Bitcoin, want hij ging niet mee naar beneden, dus het moet wel omhoog gaan. Dat is een beetje de conclusie. Ja, het doet het wel beter dan de aandelen, ja. De aandelen gaan harder. Ja, je ziet wel dat de Bitcoin net het zijwaarts gaat, maar de... Wat je wel vaak hebt, als die hele tijd zo zijwaarts blijft gaan, dat hij dan uiteindelijk wel dan naar beneden flikkert. Dus, In 2018 ook, de hele tijd op die 6000 afgeketst, dan was iedereen ervan overtuigd dat dat de bodem was en toen knalde je opeens onder 3000 toe of zo. Ja. Het is wat dat betreft ook de cryptomarkten zijn inmiddels gewoon volledig te manipuleren, in ieder geval voor een korte tijd. Dus als ze een bepaald verhaaltje willen vertellen en ze hebben een bepaalde beweging nodig, kunnen ze dat altijd wel voor elkaar krijgen. Ja, alles is ook gecorreleerd aan die geldhoeveelheid. Als al die centrale banken op de rem gaan staan, dan gaan bijna alle assets omlaag. Ja, waar blijft dan de aandelen, goud, waar blijft dan de goudprijs? De goudprijs is ook omlaag gegaan, maar niet zoveel. En Bitcoin eigenlijk ook niet zoveel gezien. Ja, wat je maar sinds dat moment is wel de geldhoeveelheid verdubbeld. Dus dan zou het helemaal niet omlaag moeten zijn gegaan. Dat is ook raar. Het is geloof ik nog niet eens echt begonnen. Tenminste, het QE afwendelen is nog niet eens begonnen. Maar het is wel zo dat de hypotheken denk ik een stuk minder zijn geworden. Omdat de hypotheekrente zo omhoog gegaan is. Dus de kredietverlening door banken is wel een stuk teruggelopen, denk ik. Ja, als je nou nog een huis wil kopen, krijg je veel minder lening. Kun je een minder groot huis kopen. Ja. En Amazon die gaat meehelpen met, centrale bank crypto? Digitale euro. Wie had dat gedacht? Ja, dat is toch een vrij marktbedrijf is dat toch, Amazon? Ja. Ja. Wat moet je ervan zeggen? Hij zal er echt wel gaan komen, die digitale euro. Alleen zou ik voor jezelf proberen om er niet al te afhankelijk van te zijn. Ja, het hele doel van het digitale ding is dat je er wel van afhankelijk moet zijn. Dat de enige, dan kan je nog maar één rekening hebben. En dat is bij de centrale bank. Nou, natuurlijk. En bijvoorbeeld, ik voorzie wel dat als je dan een bitcoin transactie wil doen, dan gaan alle politici zeggen, nee, dat moet gewoon kunnen. Maar dan wel met een CO2 toeslag erop. Want het is zo slecht voor het milieu. En als je dan niet een lightning channel gebruikt, waarbij alle partijen volledig gereguleerd zijn en onderhevig aan lokale wetgeving. Nou, dan betaal je dus de hoofdprijs voor een bitcoin transactie. En dan heb je hele COT-budget voor het hele jaar er in één keer doorheen. Ja, of het hele punt is dat ze dan gaan zeggen van, ja, je moet eerst aantonen waar je die bitcoin gekocht hebt ofzo. Heb je 26 keer gewisseld en geswapt overal. Zit het dan met proof of stake? Gaan ze daar milder dan zijn? Ja, daar gaan ze dus milder op zijn, tuurlijk. En hun eigen munt zal ook een soort van... het zal in ieder geval geen proof of work munt zijn, dat weet ik wel zeker. Dus... Die Cardano, dat schiet ook trouwens niet op. Die hebben elke keer weer een hele leuke fucking update. En nou weer met die vessel en zo. Maar het gaat gewoon uiteindelijk gewoon alleen maar steady naar beneden. Met,
Ja, maar tot die ene dag dat die keer 10 gaat. Ja, dat is met al die cryptomunten. Ze gaan altijd steady naar beneden tot de ene dag dat die keer 10 gaat. En dan vanaf dat gaan ze weer steady naar beneden. En dat is de koers van crypto. Ik heb het gevoel met Bitcoin, maar ik heb er geen enkel echt zinnig geheim. Dus ze nemen niet serieus. Maar ik denk dat er wel eens een bear market zou kunnen zijn. Dat er gewoon eigenlijk helemaal geflikkerd gebeurt. Het is heel heftig naar beneden gegaan. En ik heb het gevoel dat er wel eens 2 jaar lang geen ene reet kan gebeuren. Gewoon relatief. En dat die dan omhoog gaat. Dat hij gewoon bij 2024 met die halving en zo, en dan gaat hij omhoog. En dan gaat hij misschien ook wel naar een ton. Welkom maar, in de wereld van het professioneel koffiedik kijken. Ja, het is ook slaat. Waarom ik dat zeg, weet ik ook niet. Maar ik heb het gevoel. Ik heb het gevoel dat hij gaat niet helemaal weer naar 5000 euro of zo. Nee. Er zijn gewoon te veel mensen die gewoon. Niet verkopen, al hangt het fucking leven van een moeder er vanaf en een tante. Die verkopen gewoon niet. Dus er is ergens een bodem. En misschien ligt die bij 1600 of 1700. Maar die mensen denken, fuck het, ik verkoop gewoon niet. Ik verkoop het gewoon niet. Maar uiteindelijk, als je gewoon toch geld nodig hebt voor, weet ik veel, eten. En dat is een deel. Een deel heeft uiteindelijk, maar dat blijft een groot genoeg deel over wat denkt, fuck het, ik verkoop het niet. Ik verkoop het gewoon niet. En dan blijft het heel lang blijft het een beetje zweven rond die 20.000 euro. En dan gaat een keer naar 15 en misschien nou, gaat je merkt keer naar 22.000. En over een paar jaar, dan gaat hij gewoon, als het gewoon helemaal niet meer omhoog of omlaag wil, maar dat het de hele tijd maar sideways, dan gaat hij weer omhoog. Ik heb er geen enkel rationeel verder. Ik heb nogal het idee dat het een soort bluffpoker is tussen de centrale banken en die bitcoinhouders. Dus wie kan het langst, kan de centrale bank het langst de voet op de rem houden? Of de bitcoiners hun hand op hun wallet? En alle andere assethouders eigenlijk ook. Dat op een gegeven moment gaat denk ik de centrale bank die gaat de handdoek in de ring gooien, zoals in Engeland nou gebeurde. En ik denk dat dat het begin is van een liftoff. Nou, Willem Middelkoop die spreekt daar ook over. Dat is wel al een tijdje geleden dat hij dat deed, toen we voor het eerst door de 50.000 heen gingen. Dus dat is meer dan een jaar geleden. En toen zei hij, de komende tijd gaan banken het ontzettend moeilijk maken om geld te verdienen. Die economie die wordt helemaal kapot gemaakt, bijvoorbeeld met COVID. Maar ook door een verhogende rente. En daardoor zal er dus veel meer druk komen te staan op alles wat je maar kan bezitten. Goud, bitcoin, aandelen. En al die prijzen zullen gedrukt worden. Omdat dus dat de korte termijn doel is van de bank. Al het speculatieve. Hè? Je hebt de laatste 1 miljard geleend. Hartstikke leuk. Maar dat was met een looptijd van 1 jaar. En nu moet je opnieuw gaan lenen. En dan heb je 2 keer zoveel rente. Dus dan krijg je ineens een heel ander businessmodel. Kun je veel minder van die dingen waar je in zit te speculeren aanhouden. En moet je het gaan verkopen. En dan gaan al die prijzen naar beneden. Dus Willem Middelkoop voorspelt. Ja, maar ik vergelijk het een beetje met. Kijk, je hebt die toestand met die prikjes gehad, hè? Met die experimentele. Je bent heel slecht te horen voor mij. Oh, ben ik slecht te horen? Ben ik nu goed te horen? Nu beter, ja. Beter, ja. Beter, oké. Okay, Peter die veroorzaakt een hoop ruis. Oh. Nou. Even kijken hoor, wat ik kan doen. Ben ik zo beter te horen? Ben ik het ja. Horen? Nou, weet je wat het is met, bijvoorbeeld met die prikjes, hè? Die experimentele gentherapie. Wat je toen had, is van. Je hebt dan mensen die bezwijken dan. Die zeggen van, ik wil weer naar de bioscoop. En oké. En dan die laatste groep, die is zo fanatiek. Die maak je reet maar uit. Die moet je gewoon met 6 man moet je die in een. Zo'n dwanggordel, hoe heet zoiets? Dwangbuis. Die moet je in een dwangbuis en die moet je dan, snap je? Die willen echt niet. En ik denk dat dat met die hodlers ook is. Je hebt dan op een gegeven moment die mensen die capituleren en die verkopen, maar je hebt dan die laatste groep hodlers, die is zo fucking fanatiek en die verkopen het gewoon niet. Nee, maar nu ga je weer aan iets voorbij. Nee, maar je gaat nu en dan op een gegeven moment is daar een bodem. Maar die mensen die niks verkopen,
prijsontwikkeling, want dat geld is gewoon dood. Nou ja, nu verkoopt. Stel dat je het op 40.000 hebt gekocht en je gaat nou verkopen, ben je de helft kwijt. Ja, dan ben je dus echt gewoon ontzettend dom. Ja, nee, maar dan hou je het gewoon vast. En, maar ik denk gewoon, er is een op een gegeven moment is die groep die het dan vasthoudt, dan kun je zeggen van ja, maar op een gegeven moment staat de verwarming op 17 graden. Nou, dan trekken ze gewoon nog een trui aan. Die verkopen het gewoon niet. Die luiden zijn zo fucking heavy hodling. Dat is de meeste van die. Die verhuizen groep. Gewoon naar Servië en dan gaan ze bonen eten uit blik. Oh, whatever. Weet je wel, nee, maar ik geloof daarin. Er is gewoon op een gegeven moment, kom je bij een soort bodem terecht van de meest fanatieke hodlers. Met in het en die weekend verkopen de hem niet. Erbij, Yoshi. Als je geluk hebt, hè. Ja. Nee, maar die verkopen nog liever een moeder dan de bitcoin. Denk ja, ik. Dat sowieso. Je moeder voor bitcoin verkopen. Hoeveel bitcoin krijg je nou voor een moeder? Ja, dat ligt eraan hoe goed jij het kan verkopen, Peter. Nee, maar oké, okay, maar zeg maar dat ik niet gelijk heb. Zeg maar dat ik niet gelijk heb. Oké, okay. Jij hebt geen gelijk. Het is inderdaad zo. Dat normaal. Dat de handen steeds vaster worden naarmate de bear market vordert. Want ja, inderdaad, op een gegeven moment heeft iedereen al verkocht die wil verkopen. En degene die dan nog zouden moeten overtuigd worden om te verkopen, die zijn gewoon die zijn steeds harder. Ja, dat is ja, maar ik las laatst een bericht van mainstream media, moet je misschien niet helemaal zeggen. Dat was dan een vent, een oude vent, en die moest, ja, ik moet nu van €40 per week moet ik rondkomen. Weet je wel, met die gasprijs en zo. Maar ik stop niet met roken! en dat is een beetje, weet je, dat is... dat denk ik dan een beetje aan. Dat zijn de hodlers. Ja, dat zijn die allerlaatste hodlers van die gaan nog liever... Nou, dan loop ik wel in die onderbroek met gaten erin en dan vreet ik wel witte bonen en tomatensaus. Maar ik verkoop mijn bitcoin niet. I got diamond hands. Ja, nou, hartstikke fijn onderbroek met gaten. Nee, maar er zijn toch ook zelfs die El Salvador heeft toch ook bitcoin gekocht? Die verkoopt het gewoon niet op 20.000. Toch? Nou, nee, die hebben het uitgedeeld aan hun bewoners. Hè? Dus ja, die maar hebben ze zelf ook een deel natuurlijk, toch? Of niet? Ergens vastzitten. Nou, alle bitcoins in El Salvador, ja, dit moet ook weer even gefactcheckt worden door iemand. Maar voor zover dat ik me erin verdiepen heb, is dat gewoon een soort lightning channel van El Salvador. En alle... Wrap bitcoin op Alphorand. Ja, als jij dus echte bitcoins wil gaan versturen en betalen, dan is er inderdaad vanuit El Salvador één bedrijf aangesteld wat dat verwerkt. Ja. Je moet een overheids-app moet je hebben waar je voor je KYC moet doen. Ja. Alle bitcoins die zitten in dezelfde overheids-app in El Salvador. Schrijft iemand die, ik kan niks typen, maar ja, je moet een Twitch-account aannemen. Twitch-account maken. Zo. Hoe lees jij dat dan als iemand niet kan typen? Nou, die app maar persoonlijk. Oh. Oké. Okay. Nou, ik weet niet waar die zit te luisteren, maar... Ja, gewoon die zit op YouTube te luisteren, of zoiets. Ja. Of op Twitch, maar... Ja, dat zijn van die digibeten, weet je wel. Twitch-account. Ja. Maar we gaan nou verder. We hadden natuurlijk het bericht van vorige week. Ja, het was gewoon te leuk. Die moeten we nog gewoon even opnoemen. Dat is die. Er was een vegan club en die roept vrouwen op om. Even kijken hoor. Om een seksbende te doen voor je vleesetende man. Ik ben er deze week ook in getrapt. Ik ging naar de supermarkt en toen was er mozzarella kaas in de aanbieding. Ik denk, oh, dat is lekker. Doe ik met tomaatje. En had ik het gekocht. Keek ik thuis op die verpakking. Dat is vegan mozzarella. Vegan mozzarella. Maar ik heb hem hier nog liggen. Ik weet niet. Ik heb hem nou eigenlijk niet zo'n zin in met die bonen gegeten. Maar... Ah, op zich die Alpro rotzooi is nog wel tevreden hoor. Ja? Ja, maar ik had een vegan mayo. Die is op zich nog lekkerder dan een gewone mayo. Dus, kijk, maar mij maakt niet uit. Ik eet ook gewoon vegetarisch. We hebben een stukje vlees. Dus ja, waarom zou ik dan geen vegan mayo... doen bij mijn, weet ik veel. Nou, ik heb het nog niet afgevallen, want ik heb het nou, ik voel me wel alsof ik bedrogen ben, want ik zie mozzarella, doe dan gewoon sojakaas op het pakje zetten. Ja. Maar ja, mozzarella is eigenlijk van buffelmelk, hè? Buffelmelk. Ja.
Eigenlijk is een neppe. Wat? Ja, neppe mozzarella, ja. Maar het was een vent die het aanmoedigde, hè. Er was een vent die zei van die vegan vrouwen, die moeten het op die manier moeten die het gaan managen. Maar het was zelf een vent, hè. Seks. Ja. Dus, alle seks. Ja, daar ging wel over, het ging wel om heteroseks, want daar had je het over. Maar is dat inclusief blowjobs of niet? Want Clinton weet je natuurlijk niet of dat erbij hoort. Ja, je wel afgeranseld mag worden. Sommige mannen vinden het ook lekker dat ze je helemaal kapot slaan, die vrouwen. Van de vuile vleeseter, maat. Dan moet je je lul vermommen als een komkommer. Ja... Ja, goed, we hebben hem al behandeld. Ik kan nog een keer doen. Ja, we hebben daar dezelfde uitzending als vorige week. Op deze manier krijgen dat soort infomercials veel te veel aandacht. Ja, dit is gewoon de George Soros Open Society Foundation die weer een of andere bullshit. Ja, maar precies. Maar kijk, weet je wat het is? Als jij insecten vreet, dan vreet je toch ook beesten? Want ze zeggen wel, ja, als je vis vreet, dan vreet je geen vlees. Hè? Bomen hebben ook gevoel. Nou, bomen weet ik dan niet, maar het is dan, want ik vond het al zo apart. Dan, als ik dan met mijn moeder naar het pensioen ging, dan was er vrijdags altijd vis. Want dat was omdat de katholieken bestonden. En katholieken aten geen vlees op vrijdag. En dan vrat je vis. En joh, dan dacht ik, ja maar hè? Wat, hè? Nee joh? Zo zijn dus er ook mensen die dan ook geen met die vega-lui. Straks die zijn er wel voor sprinkhanen of zo. Fiets. En dan weet je wat ik altijd vreemd vind? En dan gaan ze naar zo'n slager en dan zeggen ze ik wil het halal. En dan vervolgens betalen ze met euro's. En dan denk ik ook altijd van die hebben het niet helemaal begrepen. Maar toch, voor hun is dat het gevoel dat het zo moet. En dan doen ze het zo. Dus ja, ik ken er toch geen touw aan vast. Ja, maar die moslims die houden niet van rente, toch? Dat was iets met rente. Nee, nou, en dan zit je daar met euro. Dan ben je niet goed bezig al eigenlijk als moslim. Nee. Ja, dat RIWA-systeem dat is ook een beetje een wassen neus, hoor. Dus ja, dat is het. Nee, je moet gewoon met één guldens betalen, Johan. Met één guldens. Ja. Nou, ik wil wel eens een keer trouwens, voor Yoshi wil ik dat wel een keer doen. Ik wil een keer naar zo'n boerentoestand. Je hebt voor mij boerenwinkels hier, hè? En nee, die verkopen dan boerenproducten. En dan gaan ze om de supermarkt heen. En dan wil ik wel een keer naartoe en dan heb ik gezegd van nou, ik wil je best kopen, maar dan wil ik in e-gulden betalen. En dan, ja, dan zullen ze me raar aankijken, maar dan ga ik ze ook uitleggen waarom. Weet je ook, ik zeg van ja, als jullie nou verzet willen plegen, dan moeten jullie niet in die fiat gulden. Ja, maar dat heb ik dus ook heel vaak gedaan, maar dan moet je bij maar één ding rekening houden. Als ik van e-gulden euro's wil maken, ben ik ongeveer 40 euro kwijt. Nee, daar gaat het mij om. Het gaat erom dat ik dan, al koop ik maar één appel van die lui. Het gaat er mij om dat zij ander geld accepteren dan de euro. Ja, maar daar hebben ze dus eigenlijk weinig aan voor één appel. Want ze moeten eerst 40 euro betalen voordat ze ook maar 1 euro ervan zien. Nou, oké. Okay. Dus... Ja, maar je kunt toch echt gulden naar bitcoin over. Ja, dat klopt. Maar als je die vervolgens een transactie wil doen, dan betaal je ongeveer 20, 30 euro. Ja, oké, okay, maar dat is natuurlijk in het begin is dat zo. Maar als iedereen overstapt, dan wordt het goedkoper. Maar het gaat erom van dat zij, dus als zij principieel willen doen, dat ik hun er wel op nou ja, goed, het maakt het niet uit. Het mag ook een andere crypto zijn. Je hebt ook, winkelcentra in, bijvoorbeeld in hoe heet het, Ljubljana heb je een winkelcentrum. Kun je gewoon in crypto betalen. Nee, ja, maar ik bedoel, als die boeren die zo genaaid zijn, weet je wel, door de fucking overheid. Als die gewoon dat geld maar willen gebruiken van die overheid, ja, dan blijven zij eigenlijk gewoon zichzelf slaaf maken. Nou, dus als ik daar naartoe ga, dan zeg ik van luister, ik wil wel zaken met jullie doen, maar dan in crypto. Ja. Nou, en als zij zeggen dan nee, dan zeg ik van ja, wat zijn jullie dan eigenlijk mee bezig? Jullie willen dus zeg maar om het systeem heen, want jullie worden gepakt door het systeem, maar jullie willen niet all the way. Nou ja, nou, maar dan wil ik ook dan, nee, maar dan, succes, ja, dan wil ik ook zaken doen met jullie. Ik wens jou wel succes en sterkte. Ja, het gaat mislukken. Maar het gaat er even om dat het helpt ook niet als één mafketel doet, maar dan moet regelmatig zo'n mafketel komen. Ja, ja, precies. Snap je? Nou, en als je dus bijvoorbeeld dan kan laten zien van één e-gulden die is begonnen met niks en nu zijn er al zoveel mafketels bij elkaar dat we op een euro staan, dan is de drempel alweer een heel stuk lager, want het wordt
hoe meer mensen er al aan mee hebben gedaan, hoe makkelijker het wordt. En daarom kun je gaat me nog niet eens om die ego, het mag ook een andere crypto zijn. Nee, maar daarom kun je veel makkelijker al over Bitcoin praten vandaag de dag dan 10 jaar geleden. Josje, zullen we gewoon ego's weggeven? Ja, doe maar. Nu je het toch over hebt, gaan we het gelijk even weggeven. Weggeven. Maar ik ben nog aan het eten, ik moet al die namen opschrijven. Nou pak even je pen en papier. Dan gaan wij gewoon even... Jongens, Joostje is jarig, dus het is feestdag. Ik maak wel even drinken, een printscreen. We eten af en toe een stukje worst. Neem ons niet kwalijk, het is een feestdag. Ja? Ja. Doe even zo, kijk, dan zie ik alle namen. Zet je stoel ervoor. Die onderste kan net niet zien wie het is, maar... ik heb... Volgens mij is het flappengast of zo. Ik heb alle namen. Nee, dat is... Despoe. Okay. Lees ik eruit. Oké. Goed, als jullie egels willen hebben, stuur Joshi een berichtje in een Whisper in de Twitch chat. Dan kan je daar je egel adres achterlaten. Als je nog geen egel adres hebt, ga dan naar efl.nl, dat zit in de rechterbovenhoek. En dan kun je gewoon daar je eigen wallet maken. En het beste is dat je dan even een naampje geeft. Want dan kun je Josje die naam geven. En dan kan hij dat naar die naam toesturen. Hoef je niet die hele ingewikkelde string te doen. Je krijgt gelijk 6 euro of 6 e-gulden 75 als je vriend wordt ook, hè? Je hebt gewoon gratis e-gulden als je vriend wordt. Nou, je Twitterbericht sturen. Dus je krijgt gewoon crypto en het is ook een soort middelvinger naar de overheid. Zo zie ik het een beetje. Zolang de voorraad strekt. Wees er snel bij. We doen er al 8 jaar over om het weg te geven. Nee, maar dat is dus een beetje... het is gewoon... zeker in Nederland, de mensen zijn niet gewend en het is, veel mensen zijn niet zo handig met de computer. Ik moet ook even één ding zeggen, want ik zit regelmatig met Yoshi en zie ook wel een beetje en ik ben ook soms niet zo heel aardig. Maar ik moet wel zeggen, die e-gulden portemonnee, hij werkt gewoon fantastisch. Het is super snel, het is gewoon simpel, het is handig. Yoshi heeft een fantastisch filmpje gemaakt hoe je... zeg maar even je pukcode in je URL te zetten. Hoe noem je dat? Ik ga het helemaal verkeerd uitleggen. Maar Joost heeft een prachtig filmpje. En als je dat ziet, dan kan elke digibet kan het gewoon binnen 5 minuten klaar hebben. Ja. Misschien kun je een linkje zetten in het chat. Ja. Ik zal het linkje er even bij. Ik zeg nog even vragen staan aan Boer. Hoeveel subsidie hij ontvangt. Kun je lachen. Dat ben ik het ook wel mee eens met van die actievoerders van die boeren. Kijk, die boeren moeten natuurlijk kappen met alles. Maar het is wel zo, ik heb een keer gelezen, JF, dat van die boerensubsidie gaat geloof ik maar 25% naar die boeren. De rest gaat allemaal naar natuur en milieu en dit. En dat is allemaal de overheid die dat dan bepaalt wat natuur en milieu is. Maar... Er rouleert wel heel veel geld, maar het komt zeker niet allemaal, ik geloof dat minder dan de helft bij die boeren terechtkomt. Dat is wel een kleine kanttekening. Maar ik denk wel dat die boeren uiteindelijk beter mee af zijn als ze helemaal... Maar ja, het is natuurlijk, weet je wel, in het buitenland krijgen die boeren dan ook weer subsidie. Hè? En dat is gewoon het verneuken... Het verneuken eraan gewoon. Goed. Maar jongens, ik ga even draaien aan het rad. Josje, zullen we zo doen dat de winnaar 2 keer 36 krijgt? Ja wel, Johan. Geef jij mijn e-gulders maar weg, is goed. Nee, dat is goed. Dat doen we. Jij zegt... Dan kijk ik gewoon wie de winnaar... Maar wat als je nou op mijn naam komt? Dan win jij komt? Dubbel, toch? Krijgt iedereen dan 2 keer... Goed. Ik zit er meer mee. Wat nou als die op mijn naam komt? Maar goed. Ik heb dus net een screenshot gemaakt. Iedereen die nou op het wiel staat, die krijgt die e-gulders. Oké, daar komt ie. Hoppakee. En dan draaien we. En dan gaan we even kijken wat het wordt. Volgens mij komt hij op jou terecht, Yoshi. Dat scheelt me, ik help je wel. Geweldig. Ja, ik ben uiteindelijk ook degene die jarig is, dus het is wel zo eerlijk. Heeft Marnix wel een e-gulden portemonnee, Marnix? Hey. Dat kun je me zo meteen even voorstellen.
We gaan weer, jongens, nog geen uitroepteken Ron Paul, want ik ga even het wiel schoonmaken. Het wiel schoonmaken. Ja, kleerwiel. Een spuitbusje met anti-kalk. Ja. En dan doen we gewoon weer een showwiel. Kijk, nou ik... Ja, verdomme die... nog aan toe, man. Hij luistert al de hele tijd mee, hoor. Ja, maar wacht even. Jij bent nog niet te horen voor de mensen. Dus dat moet ik de Eagle doet doen. Het beter dan de Bitcoin, Yoshi. Hè? Staat gewoon op een dubbeltje, hè, nu. Dat lijkt me toch sterk, hoor. Ah, dat is gewoon zo. Het zou kunnen dat hij wat hoger staat. Maar het zit zo tussen de 400 en de 600 Satoshi altijd in Bitcoin. Dus. Nee, maar het gaat maar om het percentage. Het gaat me niet om dat hij even hoog... hij is geen 20.000 euro, een gulden, maar hij stijgt. Harder. Ja, dat klopt. Er zit af en toe wel een beetje beweging in, inderdaad. Er is een spaarfonds, hè? Er is een spaarfonds en we hebben 7,5 bitcoin en die gaat heel langzaam in de i-gulden. Dus daar wordt een beetje door gekoopt. Daar leef ik ook van, zo simpel is het. Ik kan nog 7,5 bitcoin verwachten uit mijn i-guldes. Maar goed. Ja. Ik ga Mannings ondertussen nog even toevoegen, dus je bent nog niet te horen. Misschien kan iemand even het volgende bericht doen. Dat bericht gaat over de Fed chairman Powell. Die vindt dat DeFi wat strenger gereguleerd moet worden. Oké, zal ik de titel voorlezen. US Fed Chair Powell urges caution on regulating DeFi. Maar hij zegt, je moet het niet zo erg reguleren. Oh, niet zo. Oh, dan lees ik het verkeerd. Sorry. Dat is opmerkelijk van... deze Paul. Dat ik inderdaad niet zo. Some policymakers are keen to press new rules on the decentralized finance sector following the collapse of Don Quan's Terra USD stablecoin. misschien heeft hij daar wel ook een soort agenda mee dat het de dollar, zeker met die stablecoins, dan houdt het de dollar ook, geeft meer autoriteit of meer reserve currency wat je hebt. Je hebt natuurlijk nu al naast de dollar, dat heb je al heel lang, de euro-dollar. En de euro-dollar is een offshore dollar. En die offshore dollar, die is eigenlijk minder gereguleerd dan de dollar. Maar daar zijn heel veel buitenlandse partijen die handelen dan met een euro-dollar. Die zit wel ongereguleerd. Ja, ongereguleerd. Maar Arno Wellens heeft het daar veel over. En ik denk dat ze daar toch niet zo'n bezwaar mee hebben. Tegen dat. Want ja, dat geeft eigenlijk gewoon meer liquiditeit aan de dollar ook. Ja, en dat is echte marktwerking. Dat is ook gewoon hoe dat de financiële problemen opgelost worden. Als jij je geld ergens anders nodig hebt, dan kun je die markt ervoor gebruiken. En daarom werkt het zo goed. Maar je moet er een beetje nog dieper op inlezen op dit Coindesk artikel. Want de beste man, Jerome Powell, zegt... Het moet carefully and thoughtfully gedaan worden, given its limited impact on the real economy. Oftewel, het stelt allemaal niks voor, dus we hoeven er ook niet zoveel haast mee te hebben. En we kunnen er beter goed over denken, want het is toch niet urgent. Dus... Hoe bedoelt u dat er toch gewoon regulatie moet? Ja, wel. Uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel, ja. Ja, en... Van dit soort mensen die spreken continu, ook zo'n Christine Lagarde, die willen continu maar zeggen, nee, het heeft allemaal geen impact op wat wij aan het doen zijn en het is allemaal maar beperkt wat de invloed ervan is. Maar ondertussen denk ik dat ze toch wel ietsje serieuzer nemen als dat ze dan zo uitspreken. Oh, iemand heeft de box aanstaan. It's not me, man. En Mannix, iets meer gezicht op je gezicht. Iets meer licht op je gezicht. Sorry. Hij heeft daar geen elektriciteit. Met een kaarsje. Ik ben net in een nieuwe woning. En ik heb mijn camera settings al gewijzigd. Om een beetje meer licht te krijgen. Maar er zit hier geen lamp geïnstalleerd in het hoekje waar ik zit. En ik kan even iets bewaren. Jij gaat daar gewoon van huis tot huis, ga jij. Maar dat is dan ook geen verbetering. Ik zit in mijn donderdaghuis.
Ja, wij zitten helemaal in een multi-economic forum land met waar de stroom uitgezet kan worden en alles. Maar dan komen we bij jou terecht en daar is ook geen elektriciteit en geen licht en shit. Kan nog met oude kaars. Er is wel elektriciteit en ook wat baby's op de achtergrond. Maar dit zijn van die huizen die zijn, die hebben allemaal dikke natuurstenen muren. En daar zijn later elektriciteitsleidingen aangelegd, maar allemaal een beetje sumier. Maar hier en daar een stopcontactje en zo. Ja, ik vind het wel tof dat je kinderen maakt, want het schijnt tegenwoordig CO2 voetprint te geven. En ik heb eigenlijk spijt van dat ik geen 12 kinderen heb, omdat ik gewoon om de overheid pesten, weet je wel. Om af te zeiken. Het voordeel bij jou, Mark, als man kun je gewoon nog jaren aan de slag, hoor. Ja, maar ik ben oud en lelijk, dus niemand wil mij meer, dus ja. Ja, dus ik had gewoon genoeg e-guldens kopen, dan komt het goed. Ha! Dat is jouw versierkruk gewoon in de kroeg, van, hey schat, ik heb 1 miljoen e-guldens. Als ik zeg dat ik in de bitcoin zit, dan ik heb er wel eens een vriendinnetje aan overgehouden, hoor. Meer dan eens. Er is ook zo'n meme van, dan zie je allemaal mensen dansen op een feestje en dan staat er zo'n zeker na een bitcoin crash, dan staat er zo'n lonely incel aan de kant en die zegt, if only they knew I used to be a bitcoin millionaire. Ja, het enige wat ik spaar en prep is luxenootjes, daar geloof ik heel erg in. Dus, dan kan ik dan in de discotheek zeggen van, schat, wil je mijn luxenootjes zien thuis? Dat moet je dan bij die discotheek doen waar je vrouw niet aan mag kijken. Dan moet je ernaast gaan staan en dan kijk je niet naar ze. Maar je dan... niet mag staren. Je mag niet staren, maar je mag wel zeggen over je luxe nootje. Half freecommune.org was het, hè? Dat was het. Nou, ik denk wel dat je nog heel wat bezoek kan gaan verwachten, hoor, maar niks. Want als je ziet hoe dat... dingen zich ontwikkelen, wordt het nou niet echt beter in Nederland. Dus daarmee wordt je, zo zit ik ook er een beetje in met bijvoorbeeld een Liberland of een e-gulden. Het is heel vervelend voor de mensen in Nederland hoe dat het op het moment loopt, maar het is op zich voor mij wel lachen om te zien dat het zo loopt, weet je wel. Maar ik bedoel, Spanje was wel een van de meest fucking heftige landen in die lockdown, hè? Je mocht gewoon echt niet op je balkon staan, je mocht niet in je achtertuin zitten. Ja, maar dat is in Barcelona, was nog veel heftiger dan Nederland, zo, hè? Maar als jij op zijn achteraf... Dat was een van de verschrikkelijkste landen van Europa, hè? Gewoon als jij op zijn achteraf dorpje in het platteland van Spanje, daar komt geen politieagent in een hele maand Ik had een verhaal van een gast die ging de berg in met zijn auto en die komt terug bij zijn auto. En er zat een briefje onder zijn ruitenwissel van, wat doe je hier? Je bent COVID aan het verspreiden en zo en dit en dat. Nou, ja, Spanje was wel heftig, hoor. Het was gewoon in de fucking bergen. Heb je overal, Jan, maar het politiebureau hier in het dorp staat al 20 jaar leeg. Ja, daarom. En er is een mooie kazerne die is gebouwd in de tijd van Franco. Heeft ook van die torentjes met schietgaten aan de zijkant. Dat is hoeveel Franco's de volk vertrouwde in de tijd. En het staat te koop voor een ton. Voor een ton krijg je een enorm mooi gebouw met torentjes en schietgaten krijgen. En een cel zit er ook een cel in, voor als je dan het bezoek krijgt en zo. Ja, een hotelkamer van maken. Of misschien wel een heel excentriek bordeel en zo. Weet je wel, zo'n Franco-thema, zo'n... Dan wil jij daar lekker je eco-village en dat ik daar die politiecel en een bordeel begin, Mark. Dat lijkt me nou niet zo'n goede binnenkomen. Het is wel libertarisch om je eigen schiettorentje met mitrailleur te hebben. Gewoon. Dus dat vind ik wel heel narcotistisch. Ja, en je kan ook dan de IPCETA bij je oprichten. Als je dan toch bezig bent. Ja. Nou, volgens mij bestaat die al. Ja. Peseta coin. Die is, kost ook helemaal niks. Nee, maar dat deed de Peseta ook niet. Nee, precies. Ja, maar ik bedoel, ik vind het te gek wat je doet, hoor. Ik heb heel veel respect voor. Ten eerste wil ik dat... Als ik een beetje een grapje maak, dan wil ik dat even duidelijk hebben. Ik heb er respect voor. Nee, echt. Ik heb er respect voor. Ja, ik denk wel dat je een goede keuze maakt in ieder geval. Zeker als je nou met kleine kinderen begint en... Voor mij, ik zou ook liever op het platteland lekker rustig mijn eigen kleine bubbeltje hebben. Dan dat ik om me heen
de meest malote mensen hebt wonen waarvan je totaal niet weet hoe ze gaan reageren op het volgende fake nieuwsbericht. Dus. Ja. Ja, ja, het zijn wel de mensen die te veel tv kijken. Hè. Dus heel veel van die oude luidjes die angstig zijn en dan sommigen nog steeds een maskertje optrekken. Dat heb je wel natuurlijk. Ja, dat heb je overal. Maar het is gek, dus dat kun je lang gaan. Nu naast de kerk, gewoon een dorp naast de kerk en iedere week een begrafenis in een district met 1600 man. Ja, dat tikt aan, dat... Er komen steeds meer huizen beschikbaar. Ja, even de statistieken in notendop. Het district is zo groot als Texel. Dus dat is best groot nog. Er wonen 10 keer minder mannen op Texel. Dus heb je het over 1600 man in plaats van 16.000. Van die 1600 man zijn er 800 boven de 65. En er gaat er dus gemiddeld per week 1 of 2 gaan overlijden er. Dus over 40 jaar is het hele district leeg in de tempel. Het zal wel anders lopen, denk ik. Ja, er komen er wel nieuwe bij. Er zitten verrassend veel Latijns-Amerikaanse mensen. Die dan, die zijn dan hier gekomen of als klusjesman of als verpleegster voor die oude mensjes. Die komen dan dingen overnemen, in feite. Ja, en je loopt natuurlijk ook kans dat er zit in de stad in de buurt zitten er wat Marokkanen en zo. Er zitten hier zelfs 2-3 Marokkanen in het dorp, dus dat krijg je ook. Maar wat voor werk kun je daar doen eigenlijk? Hoe kun je gewoon je maandelijkse inkomsten krijgen? Begrafenisondernemer, hè? Ja, dat is een business, maar de klandizie loopt wel terug, hè? Dat gaat nu hard, maar dat... Maar als ze maar genoeg prikken zetten, dan komt het wel goed, toch? Nee, maar serieus, als ik daar naartoe ga, wat kan ik verdienen dan? Waar leef ik van? Waar leef ik van eigenlijk? Ja, de meeste mensen in de groep, die hebben online activiteiten. Dus dat allereerst, het internet is gewoon goed. Dus je kan gewoon werken of bezig zijn met crypto. Sommigen zijn gepensioneerd natuurlijk. Wat is er hier behoefte aan? Verplegend personeel. En mensen, klusjesmannen, mensen die huizen onderhouden. Die de oude mensen zelf niet meer kunnen onderhouden. Mensen die mobiele telefoons met draaischijven verkopen. Mensen die elektrische leidingen aanleggen in huizen. Maar goed, voor geluidstechnicus en een rock'n'roll gitarist is er niet zoveel te doen daar dus eigenlijk. Dan moet je een subsidiecircuit ingaan, want ze hebben hier wel heel veel festivals. Echt, voor het minste drinks is er een festival. En dan staat er een band te spelen met een heel mooi podium en echt alles erop en eraan. En dan zitten er 3 mannen en een paardenkop naar te kijken. Dat is omdat, Spanje, dat is natuurlijk... Een land met een groot, net als Nederland, maar misschien nog erger, met echt een waterhoofd van een regering. Dus als ik de grotere stad hier in de buurt rij, Monforte, dan kom je echt van die dingen tegen. Van, het lijkt wel de Sovjet-Unie. Van die enorme wegen die gepland zijn, waar nooit wat gekomen is. Die nergens naartoe leiden. En leegstaande fabrieken. En ja, het is echt... En dan ook een beetje van die, het zijn niet echt Sovjetblokken, maar ze hielden wel, en ze houden nog steeds erg van hoogbouw in Spanje, waar het helemaal niet nodig is. Ja, ja, ja. Dat is ook het raar aan Zwitserland, begreep ik. Dan denk je Zwitserland, overal ruimte en bergen en zo, maar dan zit iedereen toch in een flatje, een appartementje, waar de meeste mensen toch in wonen dan. Ze zijn toch allemaal weer bij elkaar gedreven. Ja, het is ook een soort van statussymbool. Hè? Hier is dan een piso, hè? Een vloer. Dat is waar je naar moet streven, dat je een vloer hebt. En dan natuurlijk een vloer in Madrid of zo. Maar als je een vloer hebt in de stad, een appartementje hebt in de stad, dat is het streven. En als je dan kijkt, in het geval van Monforte, dat is een klein stadje. Dat is 20.000 man, maar het is een regiostad, dus het heeft meer voorzieningen dan een stad van dat formaat. Maar als je daar dus 5 minuutjes buiten gaat, kan je een heel huis kopen voor minder geld dan dat een flatje in de stad kost. Dan kan je er gewoon nog naartoe fietsen. Dat is echt... Ja, ik hoorde laatst van iemand die uit Libanon komt. Die zit bij mij op Toastmasters Club. En die vertelde dat daar van die appartementen zijn. Dat is dan ook een vloertje met uitkijk op de Middellandse Zee in Libanon. En die kosten miljoenen. En dat is nou voor een habbekras te krijgen, omdat er geen elektriciteit meer is. Er zijn geen voorzieningen meer. En niks doet het meer. Dus je kan die voor niks kopen. Je kan ook niet inwonen. Maar
Misschien kan je er ooit nog in gaan wonen weer. Misschien is Aleppo wel eigenlijk een hele leuke stad om... Goeie markt. om een soort libertarische scene te beginnen. Nee, er zit maar nog wel overheid in Aleppo, begreep ik. Oh ja? Afwisselen, er komen er heel veel overheden langs. Ja, het varieert, zeg maar, welke overheid het is. Ja, oké. Okay. Ja. Je kan altijd zeggen, ja, ik heb ook belasting betaald aan die anderen die net weg zijn. Nee, maar ja, goed, ja, laten we even kijken naar jouw de plaatjes van het dorp. Wat je op, wat je op het oog hebt. Mm-hmm. Ik heb hier, ik heb even Freaky Moon geopend. Eerst jij bent de enige die daar woont, toch? Het enige gezin wat er woont van de hele club, toch? Nu, op dit moment, of niet? Ik woon nog niet. Ik moet even snel naar de livestream gaan, zodat ik zie welke foto's je over hebt. Ja, er zit trouwens wel een delay in, hè? Dus je kijkt even in het verleden. Maar ik heb nou de eerste plaatje geopend. Ik zal even erbij zeggen dat ik het eerste plaatje heb. En dan het tweede en dan het derde, weet je wel. Dan weet je waar ik het over heb. We zien hier met een huisje en een kind. En een huisje heeft een rode deur. Bordeaux rode deur. Ik weet niet of je weet welk huisje dat is. Wacht even hoor. Laat ik even gewoon even de podcast feed aan, dan zie ik het wat beter. Postartikel in via www.freakymune.org. En iemand heeft heel veel ruit. Ik ben er niet. Ik heb fucking gate aan. Ja, je moet hem in Skype moet je hem even op manual zetten. Volgens mij was het Peter. Ja, het was Peter, ja. Peter heeft een slecht geluid tegenwoordig. Wat is dat eigenlijk? Vroeger had jij een goed geluid. Is jouw dure microfoon weg? Nee, ik zal eens even... Misschien dat die game inderdaad op auto staat. Zal even... Ah ja, ik heb gewoon even het artikel bijgepakt. Oké, maar niks. Vertel. Wat je ziet is een van de ruïnes in het dorp. We hebben even wat achtergrondinformatie. We hebben in de eerste twee expedities hebben dorpen verkend. En het criterium was dat het helemaal verlaten moest zijn. Dus echt helemaal geen bewoners. Hooguit vakantiewoningen. In dit geval is het een dorp waar er zelfs geen vakantiewoningen meer zijn. We hadden er uiteindelijk drie geselecteerd die geschikt waren. En gewoon zoiets gezegd van ja, je kan wel aan de gang blijven. Er zijn best veel dorpen te vinden in deze regio van Spanje. Misschien een stuk of 100 wel. Die geheel verlaten zijn. En dan ja, als je iedere keer gaat verkennen. Dan denk je, oh, maar deze is ook leuk, maar deze is ook leuk, maar deze is ook leuk. Op een gegeven moment moet je een selectie maken. Dus we hadden in april een selectie gemaakt van drie dorpen. En een van de drie kreeg ik steeds meer informatie over de eigenaren van de huizen door. En totdat ik op een gegeven moment nu de situatie ben waarvan ik van alle huizen die nog enigszins leefbaar gemaakt kunnen worden, weet wie de eigenaren zijn. Dus iedereen die er nog een claim op heeft, weet ik nu wie dat is. En heb ik ze ook gevraagd of ze willen verkopen. Dit huis hier, dat staat te koop in zekere zin. Daar kunnen mensen op bieden. Oké, naar welke prijsklasse is het? Ja, dan denk je aan een paar duizend euro max. Je mag bieden wat je er zelf wilt. Het is twee verdiepingen, je ziet het niet. Er zit een verdieping onder. Oh, oké. Het heeft een vloeroppervlak van... wat zal het zijn? Ongeveer 40 vierkante meter. Dus 40 vierkante meter boven, 40 vierkante meter onder. Mm-hmm. Het dak is redelijk intact, maar moet toch vervangen worden. En voor de rest zit er helemaal niks in. Dus gewoon kale muren, geen vloer, geen elektriciteit, geen water, helemaal niks. Geen ramen, geen deuren. Maar dat soort dingen zoals water en licht, dat kan wel nog aangesloten worden, neem ik aan. Hè? Ja, het dorp heeft gewoon een elektriciteitsleiding er doorheen lopen en een waterleiding er doorheen lopen. Mm-hmm. Dus zodra de eerste huizen verkocht zijn, nou, de waterleiding, daar kan ik al mee beginnen. Er zijn ook waterputten sowieso, die gewoon nog werken. Dan moet je een pomp in doen. Maar waar zit jij nu dan? Heb jij nu iets gekocht al? Of zit jij nou...
gehuurd daar? Nee, er wordt onderhandeld tussen leden en eigenaren. Maar waar zit jij dan nou? Jij zit toch daar ergens in huis? Iets gekraakt. Ik woon hier 10 kilometer vandaan in het dichtstbijzijnde dorp met een... Met wat winkeltjes en kroegjes. Hmm. Ik ben natuurlijk met vrouw en kinderen. Ik kan ze niet dwingen te kamperen. Nee. Nou goed, ja, maak neem aan dat het huisje zeg maar onder de 10.000 is. Hè? Dat, Ja, deze sowieso. Ja, deze heeft een paar duizend euro max. Ik hoop eigenlijk alleen de grond. Eigenlijk alleen de grond, want je moet het... Je moet het dak nog repareren, en, de ramen en deuren erin zetten, en er zit nog helemaal niks qua riolering enzovoort in. Ja, er zit natuurlijk heel veel kost in. Je krijgt wel alle muren, die wel. Dat zijn hele dikke muren. Ja, deze is niet goed te zien. Je ziet wat steentjes bij het raamkozijn, maar die muur is veel dikker dan het raamkozijn doet vermoeden. Het zijn allemaal de tweede foto. Daar zie je het bij het raamkozijn dat hoe ver die muur nog eigenlijk doorloopt. Het zijn allemaal natuurstenen muren van een halve meter dik. Hm. Ah, ik moet even aan Jernas denken. Kennen jullie Jernas? Jernas? Ja. Jernas Ramatasaui? Ja. Nou, weet je. Vaak een uitzending geweest. Jernas die zei iets wat mij heel erg aansprak. Die zei van hij hield heel erg van rapmuziek. Want in rapmuziek wordt heel erg kapitalisme wordt verheerlijkt. Hè, die mensen hebben allemaal villa's met zwembaden, met lekkere wijven en gouden kettingen. En hij vond ook dat de Libertarische Partij die moest kapitalisme weer sexy maken en zo. En ik ben het er helemaal mee eens, weet je wel. En ik zit er een beetje aan te denken van... Kijk, wij kunnen wel als libertariërs wel in fucking krotten gaan wonen. Als even van op zijn middeleeuws. Kunstenaar. Maar dat is niet sexy. Dat is gewoon niet sexy. Wat sexy is gewoon, weet je wel? Een villa met een pool en een goud en lekkere wijven. Dat is sexy. En je kunt wel zeggen, van, we trekken ons terug in de bergen en we hebben geen riolering en we schijten op een ton. En weet je, snap je een beetje wat ik bedoel? Nee, maar je moet het dus zo ver doortrekken nog, Jan-Marc, dat je dat sexy maakt. Gewoon. Ja, maar dan maak je dan zeg hetzelfde als armoede sexy. Dat is precies wat die overheid zegt. Van je moet met vijf truien met vijf truien zonder kachel... Moet je zitten, maar dan red je de planeet. Dat is sexy. En je vreet je een ja, maar als jij nou zo'n dure auto rijdt... Als jij nou zo'n dure auto rijdt... Hoeveel accijns ben je dan aan het betalen? Ja, maar snap je wat ik bedoel? Wij moeten juist... Wij moeten een andere manier van leven zien... presenteren... Die gewoon aantrekkelijker is. Aantrekkelijker is dan wat die kut... Ja, maar wacht maar even tot we klaar zijn met klussen. Dan zit hier een mooie villa met een zwembad en lekkere wijven. Ja, Jan-Marc, je loopt een beetje op de zaak vooruit natuurlijk. Hè? Natuurlijk moet je libertarisme aantrekkelijk maken. Maar op het moment is het helemaal niks. Wat we hebben qua libertarische samenleving is alles virtueel. En fysiek bestaat er helemaal niks. Wel qua individuen. Je hebt natuurlijk mensen die, net als Josie en net als trouwens Johan, dat is nog een beter voorbeeld. We hebben hier ook een heel leuke samenleving inmiddels. Nee, maar Johan heeft bitcoin gekocht op 90 cent. Snap je? Ja, ik weet het sowieso. 90 cent was het toch? Ik weet niet meer wat exact. Hij was zo'n kwijtgeraakt, toch? Ja. Maar minder. En dan Joosje had 400 bitcoin. Ja, die is ook kwijtgeraakt. Maar maakt niet uit. Maar wat om doet, wat om gaat, is van... Kijk, dat is nog een soort gangster mentaliteit. Die gewoon, zeg maar, per individu jezelf... nou, bijvoorbeeld een... hoe heet die? Die Didi Tahuti? Ja. Ja, Didi. Ja, Didi.
Nou, die maken allemaal filmpjes en die loopt over het strand in Mexico. En die zegt, ja, ik kan gewoon bitcoin betalen hier in Mexico. En weet je wel? En snap je? Ja. En die, maar er zijn dus ook een hoop mensen die hem geld geven om dat te doen. Snap je? Maar dat wist die ik verdient... niet. Hij is een wandelend reclame. Ja, hoor. Die kun je gewoon inhuren. Oh, dus, okay. Nee, maar dat geeft ook niks. Ik bedoel, dat gun ik hem van harte. Wat ik probeer te zeggen is, en dan gaat het niet alleen om mijzelf. Maar je moet laten zien dat jij succesvoller bent dan die overheidsslaaf. Ja, dat vind ik maar toch wel jammer, maar ik wil jij mijn tekst niet lezen, hoor. Ik vraag me af of je dat doet door in Servië te gaan zitten in een fucking appartement van 3x2. Ja, het is jammer dat jij mijn tekst niet leest, want ik ga hier precies op in. Maar ik kan in mijn eentje hier heel erg tof lopen doen. En dat probeer ik ook zoveel mogelijk te doen. Maar het zal nooit zo tof zijn als de koning van Nederland die miljoenen mensen ondersteunen. Snap je? Ja, maar dus, kijk, die koning van Nederland, kijk, die corrupte top, die is zo rijk, daar kun je niet aan tippen. Maar de mensen die onderdrukt worden door die corrupte top, jij moet beter zijn, of jij moet hoger uitkomen dan de mensen die onderdrukt worden door die corrupte top. Maar ik denk dat je, wat dus je hoeft doen, niet, zo, wat... niet zo succesvol te zijn als Willem-Alexander, maar je moet succesvoller zijn dan iemand met een HBO-diploma die een of ander kutbaantje hebt. Snap je? Ja. Volgens mij moet je als volgt doen. De Bijbel heeft daar al uitleg over gedaan. Want dan, Jezus die wilde dan allemaal mensen uitnodigen op zijn feestmaal. En dat, die wilde niet komen, want hij was waarschijnlijk extreme rechts gender denier of zoiets. En toen hebben ze... Science denier. En toen ging hij alle zwervers en allerlei lui van de straat uitnodigen voor dat diner. En ik denk dat ook een beetje... Ja, ik zie wel eens van die gasten die dan in Kiev wonen. En die hebben het op zich hebben ze financieel wel goed voor elkaar. Maar als je dan naar Kiev gaat, dan heb je daar wel een enorme hefboom. Dan kan je daar best wel de bink uithangen. En dan recruteer je, zeg maar, onder de wat armere mensen. Dat is... Kijk, het gaat niet alleen om geld, hè. Want het kan ook zo zijn dat Yoshi bijvoorbeeld in een fantastisch gebied woont. Met een prachtige natuur en een schitterende rivier. Ja. En het is dus niet alleen geld, hè. Dus hij woont gewoon op een schitterende plek. Een soort en dat hij al 8 jaar lang net zo laat wakker wordt als dat hij zelf wil. Ja, nou, precies. Dus, en dat kan voor Marnix ook gelden, hè. Hij woont in een schitterend berggebied met schitterend klimaat, gewoon lekker en een wijngaard. En het gaat dus niet alleen maar puur om geld, hè. Je kunt ook zeggen van, ja, ik leef hier gewoon heel relaxed en... Ik kan mijn kinderen hier relaxed op laten voeden. En dat zijn allemaal... Snap je? Maar, het wil niet is een beetje wat ik wil zeggen. Ik wil niet helemaal op geld gooien. Ik wil meer zeggen, het is moeilijker om hier in Nederland de bink uit te hangen. Dan om dat in een armer land te doen. Want zelfs als je hier de bink uithangt, dan nog zullen al die D66 stemmers, die zullen gewoon zeggen van, ja, maar ik rij in een baboefiets en ik red de planeet. Terwijl als jij bijvoorbeeld in de Oekraïne zit en je zegt, ja, ik rij wel iemand in een baboefiets. Iemand heeft een delay. Ik weet niet wie ja, wie het is heel, heeft heel een... vervelende echo zit erin, ja. Iemand heeft een delay. Heeft iemand iets aanstaan? Ja, ik denk dat ik inderdaad... Monitor? Speaker. Oké. Okay. Ik zal hem even op mijn microfoon zetten. Oh, sorry. Ja. Nou, verdorie. We're so professional. Daar komt die ruis vandaan. Nee, die van mij stond ook op de webcam. En moet ik maar Peter was aan het praten. Kom op. Het punt is meer dat in een wat armere omgeving, dat jij makkelijker mensen kunt overtuigen, onafhankelijk van het geld. Het is inderdaad ook zo dat die gasten die in Kiev rondhangen in Nederland, die werken gewoon heel weinig. En dat geeft ook een enorme berg vrije tijd. Dus die kunnen inderdaad een lui lekker leventje erop nahouden. En daar ook Nederlandse achterblijvers mee lastigvallen. Wat mij vaak gedaan wordt. Zo, Peter, heb je de hele dag gewerkt? Ik heb weer de hele dag bier lopen zuipen. Dat, net zo lang totdat jou enorm gaat irriteren. Dat je denkt, ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? En ik denk dat makkelijker is dan te proberen hier in Nederland. Want ik denk zelfs als je in Nederland...
weet ik veel, op een jacht woont of zo, of aan een meer zit, dat je dan nog geen gezag inboezemt. Want dan, dan zeggen we wel, jij bent een smerige kapitalistische graaier of zo. En ik ben nog steeds beter dan jij, want ik rijd met mijn baboefiets en ik red de planeet. Dus daar kom je volgens mij niet, je komt daar niet doorheen omdat de propaganda te sterk is. Nou, het is ook, de mensen zijn in een, wat, een gebied wat minder welvaart kent, is de manier van patserig gedrag, zeg maar, ook heel anders. Dan, daar is het wel voornamelijk gewoon een, de duurste fles champagne kopen op een zaterdagavond. Die, en dan ja, is dat iemand zijn maandsalaris en dan maakt dat een, de indruk. Terwijl dat je in Nederland juist met die bamboefiets ja, die indruk denkt te maken. Daar is het, oh, baboe. Het status-idee ligt daar anders. Maar het, en het is ook zo, in een armer gebied staan mensen ook meer open voor andere denkbeelden. Omdat ze denken, ja shit, wij zijn arm hier. Dus we moeten iets anders gaan doen. We moeten iets overnemen van die lui die het rijk doen. En als jij daar, ja, niet alleen financieel, maar als jij daar, ik heb het ook heel vaak gehad tijdens reizen. Zelfs als je met een backpack reist en je komt in Tuvalu of zo, dan denken ze wel in Tuvalu van, ja, hoe kan het nou dat die gast hier een beetje rond kan reizen en in restaurants kan lopen eten, terwijl ik niet eens het land uit kan. AJF reageert nog even in de chat. Die zegt, hoe zit het met bouwvergunningen? Hoe kijkt de gemeente naar zelfvoorzienende woningen die niet standaard zijn, Marnix? Ja, nou, het makkelijkste is om een bestaande woning te nemen. En dat kan een ruïne zijn die niet meer is dan een hoop stenen. En daar heb ik er inmiddels in en om het dorp zo'n 25 van ontdekt. Waarvan sommige, ja, we kunnen niet eens meer achterhalen van wie ze zijn. Dus die zijn in feite gratis op te pikken, maar je moet je wel al het werk erin stoppen. Hoe zit het met bouwvergunningen? Dus zodra er ooit een woning stond, hoef je niet een vergunning aan te vragen, want het is gewoon herstel van een bestaande woning. En dan bouw je er een balkon aan en dan weet ik wat, en dan maak je een verdieping op en maak je het veel groter dan het ooit was. Overigens in Nederland ook zo, hè? Mm-hmm. Dat, ik weet, mijn zus en zwager, die hebben een huis gebouwd, dan moet je op een nieuw stuk terrein, dan moet je helemaal suf gaan voor schone grondverklaringen en het zonnepaneel moet iets meer naar links en de blusvijver die moet iets meer naar rechts. En je hebt een enorme strijd met ambtenaren en gedoe. Daarnaast staat een oude boerderij, die heeft al een vergunning van ooit toen het neergezet was. En dat betekent dat je je nergens meer aan hoeft te houden. Want je hebt al een bouwvergunning van toen. Je moet alleen nog zorgen dat die gevel in stand blijft. Want daar zit dan een monumenttoestand op. Maar je hebt eigenlijk veel meer vrijheid met zo'n oude toko. Dan dat jij een nieuw stukje land koopt. En daar een vergunning op aan wil vragen om wat te bouwen. Ik ben 20 jaar geleden in Ierland geweest. Hè? En mijn vader heeft daar lang gewoond. Een bedrijf gehad. En mijn broer heeft gewoond. Maar ik ging door Ierland heen en wat ik daar zag was gewoon, mensen hadden dan een woning en daarnaast stond een oude woning en die werd dan als schuur gebruikt, maar die werd helemaal niet afgebroken. Die werd gewoon, weet je wel, omdat er zoveel ruimte was, weet je wel. En dat is iets wat wij in Nederland helemaal niet kennen. Gewoon van, we gaan gewoon een heel huis gaan we gewoon niet afbreken. Nou, dan kunnen we nog wel wat aardappelen neerleggen. Misschien een kruiwagen. Weet je wel. En ik vond dat zo gaaf. Maar ik zag diezelfde dingen in Tsjechië ook een beetje. Maar ik kan me zo voorstellen dat misschien in die plek waar Marnix is geweest, dat ook is. Dat er gewoon heel anders nagedacht wordt over vierkante meters. Weet je wel. Dat vierkante meters helemaal niet zo. Hier in Nederland is een vierkante meter is gewoon verschrikkelijk duur. Gewoon, weet je, alles. En dat heb je ook in Saudi-Arabië, waar water heel belangrijk is. En dan zie je dat is gewoon showen met luxe. Als jij een fontein voor je huis hebt staan. En in Hongkong is het natuurlijk enorm, enorm vol. En een vierkante meter woonoppervlakte kost daar een ton of zo. Of enorm veel geld in ieder geval. En misschien kan Mannix daarop reageren. Ook van, ik had een collega die uit Hongkong komt. En die is al decades weg. Maar die heeft toch nog steeds in Nederland. Ik wil een groot huis hebben met veel vierkante meters. Want dat heeft nog steeds status.
Ik ben klaar. Ja, nou, met veel grond en grote huizen heb je niet snel status in, hier, want dan heb je gewoon heel veel warmtestokers 's winters. Het is allereerst de houding van de lokale autoriteiten tegen nieuwkomers is bijzonder vriendelijk. Ze zijn maar wat blij dat er iemand hier komt wonen. En toen ik op zoek was naar een huurwoning, werd mij in de kroeg verteld van nou, je moet maar eens even bij het gemeentehuis gaan vragen, want die weten meestal wel wat er te huur staat. Vervolgens werd ik nam een ambtenaar van het gemeentehuis mij mee op een tour langs alle woningen die mogelijk te huur stonden. Dat bleek er niet veel te zijn, maar goed, zo leerde ik iedereen daar kennen. En in de kroeg kom je dan de burgemeester tegen en die zegt, oh, je bent die Nederlander die hier het zoekt. En vervolgens op het festival kom je hem weer tegen en dan zit die burgemeester tegen iedereen te vertellen dat ik die Nederlander ben die een verlaten dorp komt kopen. Want inmiddels weet iedereen dat. Dus goed, ik weet niet of er nadelen aan zijn. Het voordeel was in ieder geval wel dat ik zelf niks hoefde te kopen qua wijn en zo. Dat ja, maar ik vind het wel grappig. Kijk, mijn ouders zijn naar Australië geïmmigreerd en mijn vader heeft daar een bizar groot stuk grond gekocht. Maar dat was ook voor een groot gedeelte woestijn. En voor een groot gedeelte, daar konden schapen grazen. Er wordt in andere landen dus dan, ja, dit is jaren 50 dan, maar goed. Kijk, vanuit een Nederlands perspectief, dan is elke vierkante centimeter is gewoon goud waard. En ik kan me nog voorstellen dat in andere gebieden anders tegenaan gekeken wordt. Maar ik bijvoorbeeld in Frankrijk had je ook op een gegeven moment zo'n uitzending, heb ik een keer gezien, dat er spookdorpen waren. Dat die dorpen die werden, de bevolking werd steeds ouder en iedereen trok daar weg. En je had er, dus zelfs in Frankrijk heb je dus al gebieden die helemaal, waar ja, niemand wil zijn. Ja, we hebben gezocht daar naar in Frankrijk ook naar echt verlaten dorpen. En dat hebben we niet gevonden. Maar wel veel van die dorpen waar echt een enorme leegstand is. En waar je voor veel minder geld dan in Nederland uiteraard een woning kunt oppikken. Maar het valt niet te vergelijken met Spanje. Ja. Maar het grappige is, als je zegt Australië, stukken woestijn. Ja, die kosten niet veel, want het is woestijn. Hier gaat het om stukken vruchtbare grond die gewoon eeuwenlang, hè, soms duizenden jaren lang bebouwd is. In het geval van de wijngaarden, hè, dat wijngebied van de Ribera Sacra, dat is 2000 jaar oud. In de Romeinse tijd werd er al over geschreven. Dat je dus gebieden hebt, akkers die gewoon dus zo lang zijn bewerkt. En die kan je nog steeds kopen voor als het akkerland is en niet overwoekerd voor 10.000 per hectare. En als het wel overwoekerd is, ja, dan gaat het naar 7.000, 5.000 per hectare van vruchtbare grond. Het is woestijn geworden vanwege de bureaucratie. De bureaucratie die heeft boeren zo het leven zuur gemaakt, hè, net als in Nederland, maar dan nog erger, dat het gewoon onmogelijk is om daar een leven op te bouwen binnen de bestaande wet. Maar als libertariër ga je natuurlijk niet zoeken om dingen allemaal braaf binnen de regels te doen. En daarom dus ook dat verlaten dorp wat verder weg ligt. En ook bouwvergunningen. Kijk, enerzijds probeer je natuurlijk geen problemen te zoeken. Dus als je bestaande ruïnes hebt, dan probeer je die te gebruiken. Zodat je niet potentieel een dispuut krijgt over dat je geen bouwvergunning hebt. Maar anderzijds, ja, we zitten in een verlaten dorp, in een district wat een van de oudste districten is qua leeftijdsopbouw van Spanje. Dat wil dus zeggen dat er ook heel weinig mensen hier zijn om in te huren, om toezicht te houden. Ja, om rond te gaan rijden met de terreinwagen en al die verlaten dorpjes en te gaan zeggen tegen mensen wat ze wel en niet mogen doen. Dus ja, je krijgt de situatie waar het district is van 8000 naar 1600 man gegaan. Het is dus 20% over van wat er ooit was aan mensen. En van die 20% die over is, is het grootste gedeelte boven de 65 plus. Dus de wetten van de Spaanse overheid, ja,
Ze zijn extreem. Ze zijn op papier erger dan de Nederlandse. Maar als je gaat kijken naar wat gebeurt er in de praktijk, hoe kan je er onderuit komen, dan kan je er hier veel makkelijker onderuit komen dan in Nederland. Het is niet te vergelijken met elkaar. Ja, ik vind het wel grappig. Ik bedacht me even van in Noorwegen, dan krijg je subsidie als je gaat wonen in het noorden van Noorwegen. Dan krijg je gewoon geld voor. Maar daar is ook een Lieberstad. Hebben jullie er wel eens van gehoord? Dat is, ja. Ja, Joosje wel. Weten jullie daar iets van? Ik niet. Nou, het is Lieberland Inspired. Op een gegeven moment is onze veto is daar een keertje naartoe gegaan. En die heeft met die mensen gesproken. En dat is inderdaad een stad die bestaat. Dat kan ik ervan zeggen. Maar, ja, maar die is wel, daar mogen mensen echt komen. En daar wonen ook echt mensen. Ik bedoel, ten opzichte van Lieberland waar niemand mag zijn. Weet je wel? Nee. En, maar het bevindt zich dus uiteindelijk nog steeds in Noorwegen. Ja, en dat is een nadeel, zeg jij? Of... Nou, uiteindelijk is het een onderdeel van Noorwegen en heeft dus ook aan de wet van Noorwegen. Stel dat Noorwegen al zijn inwoners oproept voor de oorlog met Rusland, bijvoorbeeld, dan ben jij als inwoner van die stad, komen ze op een gegeven moment nog steeds aan je voordeur kloppen. Terwijl als je jezelf echt op Lieberland zou vestigen en je bent allemaal Lieberlanders, dan heb je hopelijk wat meer. Ja, maar dat geldt dan ook voor dat project van Marnix. Dan ben je Spanjaard. Ben je Spanjaard. En als Spanjaard vervolgens alle gezonde mannen oproept om in het leger plaats te nemen, dan ben jij in principe onderhevig aan die wetgeving. Ja, maar dat is niet helemaal zo. Dat is, als je kijkt als Nederlander in Kiev woont, word je niet opgeroepen. Nee, precies. Totdat jij Oekraïne wordt. Als jij daar het Oekraïnse paspoort aan... Je moet niet dat paspoort aannemen, denk ik. En als Nederlander zijnde is de wet binnen Nederland zo geregeld dat als jij dus een buitenlands paspoort accepteert, dan ben je je Nederlanderschap verloren. Hm. Dan moet je je Nederlandse paspoort inleveren. In Marokko zijn die regels bijvoorbeeld heel anders, waar ze iedereen maar, als je maar een grijntje Marokkaans bloed in je zou hebben, dan krijg je al een paspoort. Maar in Nederland is het zo dat als jij besluit om je definitief in het buitenland te vestigen en daar de identiteit van aan te nemen, dat je je Nederlanderschap ook verliest. Dus ja, dat zijn gewoon... En als je dus dan Spanjaard bent... Als ik dan Spanjaard zou worden, dan zou dat van toepassing zijn. Maar wie zegt dat ik Spanjaard wil worden? Misschien wil ik wel Lieberlander worden, dan in Spanje woont. Ja, precies. Nee, oké. Okay. Dat is natuurlijk... En als Lieberland dan in oorlog komt met Rusland, dan word ik opgeroepen door Lieberland. Ja, maar dat is dan net de bedoeling. Dat stel, zelfs als dat dan zou gebeuren, dat Rusland de oorlog aan Lieberland verklaart, dat je als Lieberlander alsnog... dat er geen mogelijkheid bestaat dat überhaupt kan. Zeg maar, dat de overheid gewoon dat recht niet heeft om jou als persoon naar een oorlogsgebied te sturen. Maar goed, dat is... Kijk, als je geen Spanjaard wordt en je woont daar, dan ben je dus alsnog gebonden aan Nederland. En dan moet jij eens in de zoveel tijd een nieuw paspoort bij de ambassade gaan ophalen. Toch? En dan, of heen en weer reizen, of gewoon zoals sommigen uit de groep, of merendeel uit de groep, die houdt gewoon een woning aan in Nederland, een adres aan in Nederland. Het kan natuurlijk ook bij een familielid. Dus ja, je hoeft niet meteen al... Ik wil nog een hypothese erin gooien. Stel dat de EU nou ooit uit elkaar valt en dan krijg je weer zo'n... Dat je toch met... Want ik woon dus in Servië. Dan moet ik 1 keer per jaar een stempel in mijn paspoort halen. En dan mag ik per 10 jaar 5 keer doen. En dan moet ik ofwel van de rest van die 10 jaar dus niet terug. Niet in Servië zijn. Of Serviër worden. En dat is binnen de EU allemaal niet van toepassing. Maar stel dat er toch iets zou gebeuren met de EU. Nou, de kans lijkt me voorlopig nog klein, maar... Dan word je op een gegeven moment geconfronteerd met die realiteit, zeg maar. Dat die landen die regels gaan verzinnen en zeggen, joh, je moet nu of Spanjaard worden of Nederlander. En zolang dat ze allebei dus in de EU zitten, zal het niet zo vaart lopen. Maar daarom ben ik ook contact aan het leggen met de Galicische Onafhankelijkheidsbeweging. En Galicië is natuurlijk een autonome regio van Spanje.
En ze hebben ook een eigen partijstelsel, een eigen regering. En er is ook een Galicische partij. Dus ja, ik ben zeker voor kleinere regeringsvormen. Hè. Mijn ideaal van regeringsvorm is op het niveau van een dorp. Als het al van Madrid of van Brussel naar Madrid naar. Er is ook een Galicische er is een Galicische onafhankelijkheidsbeweging, Marnix. Ja, nou, ze zijn sowieso een autonome regio en ze hebben hun eigen taaltje. Nou ja, taal is een groot woord. Het houdt het midden tussen Portugees en Spaans. Het is wel mooi om te horen. Ze hebben heel veel Keltische invloeden voor de voetbalfans. Hè. Celta de Vigo. Ja, maar ze zitten niet bij Baskenland, toch? Want je hebt ook een stukje Baskenland daar, toch? Waarin, Nee, Baskenland zit dichter tegen Frankrijk. Ja, precies, ja. Maar dat zijn zij niet. Asturias tussen en Cantabria. Ja, het is allemaal, die hele noordkust van Spanje is toch wel anders dan de rest van Spanje. Is overigens ook het gedeelte van Spanje dat nooit door de Moren veroverd is. Hier dus veel Keltische invloeden. De nationale instrumenten van Galicië zijn de doedelzak. De muziek klinkt een beetje Iers. Is een beetje Iers in feite. Ierland is ook, als je kijkt naar de kaart, ligt het best dichtbij. Het zou eigenlijk in de tijdzone van Ierland moeten liggen. Hè? Portugal en Engeland en Ierland. Galicië ligt op dezelfde hoogte. Dus ze hebben echt, gewoon echt een eigen identiteit. En die wordt best levendig gehouden. Dus op het moment dat als je echt rare dingen gaat krijgen, dan is het maar de onafhankelijkheid verklaren. Dat is zo grappig, want ik ken het dan alleen maar van de Catalanen en de Basken in Spanje. Dat ze een neiging hebben tot de onafhankelijkheid. Maar er is dus meer in Spanje dan die twee groeperingen. Yo, test. Ja, ik hoor hem hier. Ja, eindelijk. De Basken hebben natuurlijk een ondoorgrondelijke eigen taal. En de Catalanen hebben een economie en een taal die ook toch best wel anders is dan het Spaans. Galiciërs zijn wat gemoedelijker in een onafhankelijkheidsstrijd. Maar dat wil niet zeggen dat ze nog steeds, dat mensen als soms hebben ze het over mijn land en dan bedoelen ze niet Spanje, maar Galicië. Oké. Het leeft echt. Ze hebben een eigen regering. Trouwens, Asturias heeft ook zijn eigen regering en Cantabria geloof ik ook. Dus Spanje is niet een eenheid. Oké. Okay. Dat is een misvatting. Dat wist ik allemaal niet. Dat is interessant. Maar we waren nog even naar je dorpje aan het kijken. En er zit al een hele tijd in het beeld dat grijze gebouw met die groene deur. Dat ziet er wel mooi uit. Dus is het ook mooi van binnen? Het is niet mooi van binnen, maar het is nog wel te redden. Hoe is het landschap eigenlijk? Wat is het een beetje heuvelachtig? Wat moet ik erbij voorstellen? Je zal het op de volgende foto's wel een beetje te zien krijgen. Het dorp ligt op 800 meter hoogte. De hoogste bergtoppen gaan tot 1100, 1200 meter daar in de omgeving. Dit ligt in een vallei. Uitzicht op het zuiden. Vrije uitzicht op de dichtstbijzijnde internetmast. Dus je hebt fantastisch internet hier. Omgeven door bossen. Er zit van alles loopt er rond aan wild. Er zijn ook wat zwijnen. We hebben ook een beetje een zwijnenprobleem in het dorp. Een heel zwijnenprobleem in Galicië. Want, wij hebben ook een zwijnenprobleem in Nederland hier. het concentreert zich rond Den Haag. Hier wat zwijnen. Ik wil zeggen, het zwijnenprobleem is dat er te weinig zwijnen zijn. Dus dan valt er niks niet op zwijnen te jagen. Dat is het probleem. Nou, de zwijnenjagers waren als enige groepering in Nederland. Ja, de hondenbezitters en de zwijnenjagers waren de enige mensen die van de avondklok die avondklok niet hoefden te doen. Het zwijnen schieten. Mannix bedoelt eigenlijk dat er te veel zwijnen zijn en te weinig jagers. Oké. Maar ik denk dat het vooral rond Paleis het Loo, dat er zwijnenjagers waren. Die zeiden
wij hebben geen behoefte aan die avondklok. We moeten na negen, ja, bij het zonsondergang moeten wij zwijnen kunnen schieten. En toen hebben ze daar een uitzondering voor gemaakt. En toen dacht ik er ook over na om een hoedje met een veer te kopen en een jachtgeweer. En dat ik dan een zwijnenschieter zou zijn. En dat kon ik gewoon s'avonds. Nou, maar ik hoop dat kan je dat hier komen doen, want ja, we hebben een beetje een zwijnenprobleem. De echte natuurlijke vijand van de zwijnen is de wolf. En er zijn wel wolven, ook in Galicië, maar het zijn er niet voldoende om de zwijnen Hebben jullie ook truffels daar in het gebied? De truffels? Misschien wel, maar met zoveel zwijnen denk ik eerlijk gezegd niet. Nee, al die truffels al op gewoon. Maar zullen we nog even aan de rat draaien? Ja, het draait fokkers aan de rat, man. Ik bedoel, het is Joost's verjaardag. Het is, kom op, man. Ik zal nog een keer een prins vriendje maken. Je hebt ook niet meer in het chat. Ik vind het verschrikkelijk, man. Ik maak me zorgen. Ja. Nee, dan gaan we even aan de rat draaien. Zou ik opschrijven. En dus iedereen wint... wint 10 guldens. Iedereen wint. Ja, dan wint hij nu ook weer 36, zeg maar. Oh, dat zo, en dat we er in totaal 36 prijzen weg. Ja, het kost me wat. Ik ben er sommige twee keer, ja. Het kost me wat met jou. Ja, joh. Jij was 36 keer 36, dus ik help je gewoon. Jongens, nou ja, als je nog niks in de chat hebt getypt in de afgelopen. Na de laatste. Raffle, dan kun je dat nu even doen. Ja, Johan, kan je even in de chat typen de website freecommune.org? Iemand vraagt erom. Ja, oké. Okay. Ik heb even spin gedraaid. Dan ga ik dat daarna even doen. Moet ik even naar dingen? Even eens kijken wat er gespin is. Is er al gedraaid? Is die al zo? Ja, ik heb weer gewonnen. Oh nee. Nee. Ah, wat nou, verdomme. Nee, volgens mij heb jij gewonnen. Ik zag het net niet goed, maar... Nee, goed, ja, ik zal het even typen, joh. Het is freecommune.org. Vertel nog maar even wat over. Ja, dus dat doen we op die bericht eigenlijk, of zijn we dan met maand mee? We gaan zo tot 3 uur gaan we door. Nee. Gelukkig heb ik nog port. Ja. Nee, maar goed, vertel nog maar even iets voordat we verder gaan met de berichten, Mannix. Ja, dat huis wat je net in beeld zag, dat is nog te redden. Dat heeft een echte badkamer en een keuken. Maar er zit een gat in het dak van 2 bij 2 meter. Okay. En dat, daar is zo lang niks aan gedaan. Dat is dat ook de vloer daaronder is er een gat van 2 bij 2 meter gevormd. Maar ja, dat is één foto terug, hoor. Niet deze, maar die andere. Maar dat maakt niet veel uit. Dat is kast van een huis. Het is 20 meter lang, 8 meter diep. Het is echt een heel flink huis. Daar wordt op dit moment over onderhandeld. Deze dus, ja. Maar goed, op zich maakt het niet uit. Je krijgt een beetje indruk van welke staat die huizen zijn. Ja, als je die hele chaotische keuken ziet, dat is ook een apart verhaal. Ik weet ervan dat de eigenaresse in 2008 is overleden. Okay. Haar zoon woont 5 kilometer van het dorp en is kennelijk sinds 2008 niet meer terug geweest. En ja, er zijn plunderaars langs geweest en dat is hoe het eruit ziet. Heel apart, dat je nooit meer naar je ouderlijk huis terug gaat, zelfs al woon je er 10 minuutjes vandaan. Misschien heeft hij het zelf wel geplunderd. Dat mag je niet zeggen. Dat zijn meestal zigeuners. Die halen het oud ijzer dan op. Dan worden dus dan van alles uitgesloopt. Nou ja, goed joh. Ja, freecommune.org. Ik heb het even in de chat gezet. Dus dan gaan we even verder met de berichten, want het is maar goed hè, Johan, dat ik mijn brief niet voor heb gelezen vandaag, want dat was helemaal laat geworden, joh.
Nee, we waren even ja, voor de markt kwam, we hadden het over die centrale bankcurrencies. En ja, de heel, dat is zo'n politieke website in Amerika, die is nou ook aan gegaan, hebben een complottheorie gegaan, want die zegt dat er ook zo'n munt aan zit te komen. Ja. Het is inmiddels toch gewoon ook door iedereen toegegeven, Johan. Kredietscore, daar gaat het hier over, ja. Oh, Amerika, ja, ja. Die gaat ook een kredietscore krijgen. Ja, wat een verrassing, hè? Ja, ja. Maar dat is toch eigenlijk een hoedje als je dat staat. De Hill, is dat niet een publicatie van een denktank of zo? Of is dat nog niet bepaald een rebelse nee, website? Nee, dat zegt De Hill. Dat is zo'n, ja, we hebben het ook Amerikaanse politiek altijd, zeg maar. Zo'n website is het. Ja. Mm-hmm. En ja, dat is, laten we zeggen, geen libertarische website, geloof ik. Nee, niet bepaald. Ja, dan zeg ik al, verwacht ik een hele grote score voor elke Bitcoin-transactie. Dus geniet maar van de zorgeloze momenten, zolang ze duren. Ja, we worden al warm gemaakt, hoor. Maar ja, dit is een beetje een triest bericht, want... Ja, hier wordt hij dan complotdenker genoemd, maar het is gewoon, ik denk toch één van ons, laten we zo zeggen. Ja, het leek wel alsof ze het over Yoshi Livo hadden. Ja. Je bent tegenwoordig al complotdenker als je gewoon het cv van Kaag voorleest. Ja, hè? Nee. Wat zegt, hij heeft hier gestudeerd, oh, complotdenker, daar kunnen we geen ruimte voor. Hier hebben we op, allemaal, iedereen loopt weg gelijk. Nee, nou, je weet gelijk dat er wat aan de hand is. Hè? Ja, dat was echt absurd te noemen. Dat was echt absurd te noemen. Ja, maar je wordt afgerekend op wat je zogenaamd suggereert. En wat je suggereert, dat zit dan in de hoofden van jouw tegenpartij. Ja. Ja, ik hoorde vandaag dus op de radio, op het nieuws, want de radio stond aan, of weet ik veel, op Slam en Wem, geloof ik. Maar had je tussendoor heb je het journaal. En dan hoor je dan werd het zo gezegd van... Oh, ik hoor mezelf. Sorry, dat mijn telefoon niet heb ik uitgezet, maar nu. Is goed, ga door. Er werd zo gezegd van, ja, er moesten maatregelen genomen worden tegen de bedreigingen die geuit worden in de Tweede Kamer. En toen werd er een voorbeeld genoemd. Hier een voorbeeld van iemand van Forum van Democratie die een Tweede Kamerlid bedreigt. Dat was volgens mij Gideon van Meijeren of een andere iemand die dan zei van... er gaat een tribunaal komen. Dat was de bedreiging. Ja. Terwijl het Nuremberg-tribunaal was ook een tribunaal. Is dat dan een bedreiging? Nou, als je niks te vertellen hebt en je bent te braaf geweest, dan is dat voor jou geen bedreiging. Dus eigenlijk geven ze gewoon toe van, ja, we voelen ons bedreigd door een tribunaal. Want waarschijnlijk hebben we iets op onze kerfstok, weet je wel. Als je gaat zeggen, de schuldigen moeten veroordeeld worden, dan is dat, dat is een bedreiging. Ja, het gaat nog verder. En je zegt, de pedofielen moeten opgehangen worden. Oh, je bedreigt me. Ja, maar ze gaan al verder, weet je wel. Die Baudet die zegt dan van, nou ja, goed, die Kaag die heeft dan op een college gezeten waar ze spionnen aan het opleiden zijn, hè. Spy College werd het dan genoemd. En dat had hij zelf niet eens verzonnen, dat was zeg maar, wat Len zei over haar opleiding. En dan wordt er gezegd van... nou, hij suggereert dat zij een spion is. En omdat mensen dan denken dat zij een spion is, omdat hij dat suggereert, wordt zij bedreigd. En dat is dan Baudet. Dat is de schuld van Baudet dat zij bedreigd wordt. Want Baudet noemt op wat voor college zij gezeten heeft. Ja, en dat ze ondertussen iedereen thuis opsluiten en dat ze allemaal mensen voorliegen met giftige spuiten en zo. Dat heeft er allemaal niks mee te maken. Iemand een fascist noemen is dan weer ook geen bedreiging. Terwijl dat eigenlijk ook dat zou onder dezelfde noemer vallen, zou ik zeggen. Ja, het was... Hey, maar goed, ja, dus we hebben hier het trieste bericht dat... Het gaat hier om Jannik van Dijk. Verdijk staat er. Heb je hem wel eens ontmoet? Johan, ken je hem? Nee, ik ken hem. Ja, de naam komt wel bekend voor. Maar misschien dat ik hem inderdaad wel eens op social media in een van de libertarische groepen heb gezien.
Dat is een Belgische edelsmid. Goudhandelaar die wapens verzamelde en zichzelf voorbereidde. Prepper. En ja, die is door de politie, Belgische politie geliquideerd. Wow. Ja, ja. Bij een huiszoeking in de ochtend. Ja, maar weet je, ik heb het bericht gelezen en ik heb het redelijk in mijn hoofd zitten allemaal. Dus ik kan het zo uit mijn hoofd, kan ik het wel even ventileren. Kijk, die man is doodgeschoten door de politie tijdens een huiszoeking. Oké. Maar hoe dat in de media neer wordt gezet, is echt schokkend. Deze man die heeft libertarische gedachten. Gewoon van. Hij ziet gewoon een verontrustende. Je zegt het alsof het een aandoening is, maar oké. Nou ja, goed. Het is gewoon. Hij ziet dat de overheid in kracht wint en hij ziet dat als een probleem. En dat wordt dan gezegd van: oké, deze man heeft een huiszoeking niet overleefd. Zo wordt het gezegd. Hij is dus dood. Ja, hij is geliquideerd. Ja. Hij is geliquideerd door de overheid. En daar wordt gezegd van... hij heeft een huiszoeking niet overleefd. Weet je wel, de politie zoekt even links... en ze zoeken even rechts... en ze zoeken in alle hoeken. Oh, en natuurlijk gaat daar wel eens iemand bij dood. Die heeft dan een kogel in zijn hoofd. Nee, maar wat ik wil... Als je aangehouden wordt bij een alcoholcontrole... Ja, meneer Pieters Anema uit Oldenbroek heeft de blaastest niet overleefd. Heeft een alcoholcontrole niet overleefd. Mm-hmm. Ja, hij moest blazen, niet. Maar toen had hij in één keer een kogel in zijn kop. Weet je wel? Maar dan wordt er ook bij gezegd... van in plaats van, nou, dat is best wel verschrikkelijk... Hè, dat hij is doodgeschoten door de overheid. Nee, ze zeggen van... ja, het was wel een beetje een rare man. Want hij was rechtsextremistisch... En dan noemen ze een voorbeeld op waarom hij rechtsextremistisch was. Nou, hij veroordeelde niet de hele dag door die man, die veteraan die achter Van Dissel aan zat. Ja, dat verhaal wat ook alleen maar gehypnotiseerde mensen echt veroordeelde die man niet. Maar wat ik veel bijzonderder vind, hè, als je nou... Ik weet dus niet waar die man van verdacht is geweest dat hij het verdient om zo'n huiszoeking op zijn dak te krijgen... Ik heb wel een vermoeden hoor, maar... Nou zeg eens dan. Maar als je dus om 4:00 a.m. met een arrestatieteam bij iemand gaat binnenvallen van waar je weet dat het hele huis vol met wapens ligt, wat voor reactie verwacht je van iemand die je zo van het bed ligt? Die misschien wel op zijn nachtkastje dus een geweer heeft liggen. En die waarschijnlijk dacht dat het erin brengt. Ja, en die pakt zijn wapen. Die politie is al super opgefokt, die komt daar binnen en die weet dat hij een wapen heeft. Ja, dus die zijn die Romeo, die zijn helemaal onder de cocaïne zitten. Die zijn allemaal opgefokt. Hij heeft wapens. Dus die beginnen al te schieten voordat er wat gebeurd is natuurlijk. Maar weet je wat het is, hoe de media hiermee omspringt? Weet je, ten eerste, de definitie, ze zeggen gewoon van, ze normaliseren dat een burger wordt doodgeschoten. Ze normaliseren dat. Want ze zeggen van ja, het was ook een beetje een rare man. Hè? Hij was een beetje rechtsextremistisch. En dan gaan ze vervolgens dat rechtsextremistisch definiëren. Nou, dat betekent dus dat 80% van Nederland is rechtsextremistisch. Want dat is. Als je leest wat zij dan zeggen van wat is rechtsextremistisch. Nou, dan zijn wij allemaal rechtsextremistisch. Ja, ik wil ook eventjes... En dan vind jij, en vinden zij het net dus ook al over voordat dus we begonnen. Doodgeschoten mag worden. Dat als ik na mijn pensioen niet terugkom deze keer, dat ik dus niet mezelf omleg. Hè, dat weten jullie bij deze. Ik heb geen zelfmoordneigingen. Dus als er iemand ooit... als er zo'n berichtje over Yoshi komt, dat ik het niet, niet zelf heb. Maar er staat ook dat hij zijn mening stevig onderbouwde. Ja, dat is natuurlijk ook een soort doodstraf. Dan vraag je eigenlijk om een kogel als je een mening stevig onderbouwt. Wat ik denk dat de reden is dat ze binnengevallen zijn, dus dat staat ook verderop ergens in het artikel. Dat hij op fora en websites uitlegde hoe je gemakkelijk aan een wapen kon komen. Dus en legaal ook nog, hè? Maar in België legaal waarschijnlijk. In België, ja. Ah, wat, ik denk dat ze dat niet zo leuk vonden. En ze bagatelliseren in de media heel erg dat hij is vermoord. Ja. Hij is gewoon fucking vermoord.
gewoon door de overheid. Ja, dat is een liquidatie. En ze bagatelliseren het gewoon van, ja, maar ja, oké, okay, hij is dan, hij is dan omgekomen bij een huiszoeking, hè? Maar het was wel een beetje een rare man, hij had een beetje rechtse ideeën. Nou, weet je wat? Je hoeft jezelf geen zorgen te maken, jij burgertje. Je hoeft je, als je geen rechtse ideeën hebt. Nee, precies. Je baboefiets is jouw bescherming. Precies, maar wij, alle, zoals wij hier allemaal vijf zitten, wij zouden dus allemaal doodgeschoten kunnen worden. Om die reden. Want, want hij heeft een paar ideeën over vrijheid. En die zijn anti-overheid. Nou, dat zo. Staat er zo niet. Dat staat er niet. Nee, maar daar komt het gewoon fucking op neer. Want als je het leest. Complotdenker. Dan komt het gewoon. Ja, hij is een complotdenker. En hij heeft niet de hele tijd veroordeeld die man die dan achter Van Dissel aan zat. Die veteraan. Die zogenaamd achter Van Dissel aan zat. Die doodgeschoten is, hè? Trouwens. Maar dat was een man. Er ging een gerucht over dat hij achter Van Dissel aan zat. En dat wordt dus als voorbeeld genoemd. Achter die bel. Dus, rechtsextremistisch. Als jij niet de hele dag door veroordeelt. Die vent, ik weet zijn naam niet. Die Belg die achter. Die vet... Van Rans. Ranske Mark. Ja, dat was nee. Ja, precies. Die achter Mark aan zat. Weet je wel, dan Ranske ben je dus al een rechtsextremist. En dan kan je gewoon komen te overlijden bij een huiszoeking. Ja, zo wordt het ook gebracht. Van, ja, ze zoeken wat in een huis. Ja, daar kan je bij doodgaan. En dan kan je gewoon bij doodgaan. Ja. Maar dit is best wel ernstig. Dit is gewoon ernstig. Het betekent dat dus gewoon iedereen die gewoon niet helemaal positief tegenover de overheid staat. Ja, die kan gewoon geliquideerd worden. En daar wordt op zo'n manier over gereageerd. Door de pers. De pers die zal je dan niet beschermen of zo. Die zal niet zeggen van, nou, wat is hier nou gebeurd? Maar als jij met een fakkel langs het huis van Kaag loopt, dan word je gewoon 3 maanden opgesloten. Nou, dat is toch precies, dat is eigenlijk toch hetzelfde. Dat is toch hetzelfde voorbeeld hoe die mensen door de media gebruikt worden. Dan maakt het niet uit. En hoe dat die media daarmee omgaat, is toch niet de eerste keer dat dit zo voorkomt. Alleen nu is er iemand bij omgekomen en de vorige keer... werd alleen Willem Engel voor lul gezet of werd er slecht geschreven over iemand met een fakkel bij Kaag. Maar hetzelfde is eigenlijk het goed praten van alle onzin die ze zelf ook nog uitvogelen natuurlijk. En dat is... En het rare ook... is ook, maar, zo worden later in Amerika, die januari 6 figuren die met een buffalo muts door de Capitool liepen, die zitten nog steeds vast al jaren. Ja, ja. Terwijl er is het laatst een democratische politicus geweest. En die heeft gewoon een Trump supporter doodgereden. Er zijn, zijn verhalen van Peter. En die is gewoon vrijgelaten op een bail voor $50,000 of zo. Het is helemaal uitbalans. Er zijn verhalen van die mensen van 6 januari. Dat er dus een hand is gebroken door de bewakers van een van die gevangenen. Die vervolgens medische behandeling geweigerd is voor een week of 2 of 3. Omdat hij dus weigerde een mondkapje of zoiets. Of zoiets, weet je wel. Dat hij daar even moeilijk begon te doen. Dat zijn hand werd gebroken. En dat hij dus niet geholpen werd daaraan. Nou, Die gasten die in de woestijn... In Amerika worden eigenlijk gewoon die 6 januari lui, die worden gewoon gemarteld. Ja, zijn al meer berichten naar buiten gekomen daarover. Maar we hebben een uitzending toch ook gehad, Johan. Die gast gewoon in de woestijn wonen. Die een beetje anti-overheid was. Die staat gewoon toch... Spanje? Nee, in Amerika. Adam Kokesh? Die werd gewoon vermoord, toch? Nee, die leeft nog. Oh nee, die leeft nog. Nee, er was toch een gast die woonde in de woestijn. En er kwam toen op een gegeven moment de politie kwam zijn huis omsingelen. En die is toch... Ruby Ridge was ook een beetje zo'n geval. Die werd gewoon doodgeschoten, toch? Die woonde ergens in de wildernis. En er komt gewoon een helikopter en die schoot zijn... Ja, zijn vrouw, zijn baby dood en die vent zelf ook, ja. Ja, maar wie was het dan die er helemaal afgelegen woonde, die anti-overheid was? En er werd ervan gezegd, ja, die is rechtsextremistisch. En die werd gewoon, die werd omsingeld en doodgeschoten. Wat? Ja, ik zit te denken, het zijn meerdere gevallen. Maar, ja. Oké, dat is nog erger. Ja, maar ik bedoel, dat is dus gewoon, dat is vrij ernstig. Dat vind ik vrij serieus gewoon. Ik bedoel,
Ja, maar kijk, ik bedoel, wat ook al. Tot nu toe had jij wel vertrouwen in het rechtssysteem, maar nu is het echt weg. Het is pas seizoen 10. In Amerika is het al decennia het geval. Het kan er gewoon per county nog wel verschillen. Want, dat je in een andere county woont en dat je wel een sheriff hebt die oké is, weet je wel, die dat soort dingen niet doet. Dus ja, het is. Hey, ik heb ineens een vraag nog voor Marnix. Hebben jullie ook, heb je ook nog plannen om daar, wat voor, om daar met, blijf je met de euro betalen? En hoe heb je daar al een idee over? Nee, dat heeft de vorige keer ook al gezegd. Maar vertel maar, Mark. Ja, dat is iets voor langere termijn. Natuurlijk willen we liefst zoveel min mogelijk te doen hebben met overheden. Dus ja, onderling zullen mensen grote bedragen met crypto doen en kleinere bedragen. Misschien dat we onze eigen munt eenheid doen of oud zilvergeld gebruiken. Je kan van die oude zilveren guldens kan je oppikken. Ja. En zou je die dan kunnen gebruiken voor kleine transacties onderling. Maar wat doe je? Wat grote transacties onderling zou je kunnen hebben in een dorpje waar gewoon helemaal niks te. Ik heb er hier toevallig nog een paar liggen. Je handelt alleen in eieren, aardappelen en het zijn alleen maar kleine dingen, denk ik. Nou ja, een stuk grond dat van eigenaar verwisselt. Ja, dat is vaak moeilijk hoor. Want ik hoorde in de Botroom was een iemand die in Zwitserland een bedrijf heeft in Liechtenstein woont. En die had een stuk grond en zijn buurman had een stuk grond. En dat was een beetje onhandig. Dat was een soort vinger van het ene stuk van de ene eigenaar. Dat ging zo in het stuk van die andere. En toen hadden ze het, zeiden ze van ja, weet je wat, we kunnen gewoon met gesloten beurs kunnen we dat gewoon herverdelen. Dan snijden we dit stuk van jou af en dat doen we bij mij en dan snijden we daar een stuk af en dan is het gewoon handiger verdeeld. Dan hebben we een beetje aan een gesloten stuk grond. Met gesloten beurs gedaan en later kwam de Zwitserse overheid, die kwam zeggen van hey, wat is daar gebeurd? En dat daar is geen belasting over gegeven. Ze zeggen ja, maar dat is gewoon, hebben we gewoon omgewisseld op. Dat mocht dus niet van de overheid. Daar moest toen belasting over afgerekend worden. Want het ene was een verkoop en het andere was een aankoop. En daar wilden ze geld van zien. Het is nog lastig om dat in het kadaster ingeschreven te krijgen, denk ik. Ja, nou ja, daarom heb ik ook bedacht. Want we beginnen vanuit de beginsituatie is al dat je eigenaars hebt die zijn erfgenamen. Dus die waren, toen het land voor het laatst echt bewerkt was, waren ze nog kind of jong volwassen. En inmiddels zijn ze in de 60 of ouder. En die hebben dan allemaal vele hectare grond, maar dat zijn allerlei verschillende lapjes. Die zijn allemaal overkroeid. Dus daar ga je nooit precies van achterhalen wie van wat hoort. Er is een kadastrale kaart natuurlijk, maar ja, dat moet je nog steeds ergens de steentjes vinden die gebruikt werden om de grenzen aan te geven. Gaat je niet lukken. Is ook nergens voor nodig. Jaag je jezelf op kosten mee. Dus ik heb al bedacht van het beste kunnen we dat gewoon zelf doen. Een eigen kadaster maken. Mm. Ik heb gewerkt met GPS-apparatuur. Het is allemaal best makkelijk. Om gewoon je eigen land in kaart te brengen. En daar heb je helemaal geen overheid bij nodig. Dus ja, je koopt de grond van de eigenaren die er zijn. En dat zijn er maar vier, vijf. In principe vijf partijen. En vervolgens ga je gewoon als groep ga je dat netjes verdelen. Maak je je eigen digitale grenzen aan. Een blockchaintje, gooi je dat. Dat zou je in een blockchain kunnen doen, ja. Maar dat vind ik voor mezelf dan weer een brug te ver. Ik ben geen programmeur. Maar, het probleem is natuurlijk als je dat bij één persoon zit die een computer thuis heeft staan. Dat het dan weer wat gebeurt als die persoon komt overlijden of... Of als je een dispuut hebt, dan het is niet zo transparant. Ik heb begrepen dat het op blockchain ontwikkelt. Het is heel makkelijk als je kadaster in je eigen dorp zit, hè, in plaats van in de provinciehoofdstad. Dus als er iets moet gebeuren, als er bijvoorbeeld die situatie waar we twee mensen van een land willen verwisselen, nou, dan komen ze bij degene die dat ding beheert. Stel dat ik het ben. Laat het programma op. Oh ja, oké, dan passen we even deze grens aan. Klaar. Ja. Ik had begrepen blockchain ontwikkelaars, daar wil ik nog even over zeggen. Dat als mensen iets in die helemaal niet weten wat een blockchain is, gaan zeggen we doen het op de blockchain.
Dat ze dan eigenlijk heel erg moeten lachen daarom. Ja, maar dit kan je wel doen. Je kan het in de Bitcoin blockchain kan je wel het coördinator vastleggen of zo. En dan is het transparant voor iedereen te zien. En het is unmutable. Je kan de tekst opzetten, maar dan zegt de ene, ja, je hebt leuk dat je die tekst erop gezet hebt, maar ik weet wel niks. Ja, dus een... maar het is... Mona Lisa op de blockchain zetten. Het is zijn... Eigendomsrecht van Mona Lisa staat ook ergens op een blockchain, hè? Weet je dat? Het is gesigned door zijn cryptoadres dan, hè? Ja, maar wat ik wilde zeggen, er zijn ook mensen die hebben de hele Mona Lisa op de blockchain gezet, terwijl de eigenaar van de Mona Lisa van niks weet je wel? Nee, maar je kan van tevoren afspreken van dit zijn onze crypto keys. En dan kan je aangeven van en je bezit dit land met die coördinaten. En daar kan je een stukje tekst gesigned door die crypto key. Zolang je het erover eens bent dat iedereen zijn crypto key heeft, dan kan je dat doen, zeg maar, zonder zelfs naar Warnix toe te gaan. Maar dan is het wel transparant voor iedereen. En het is ook alleen degene met de private key die kan het veranderen. Zijn eigendom. Ja. Draai nog eens aan het wiel, Johan. Die misschien zouden kunnen doen. Maar in ieder geval het punt is, je hoeft niet alles te doen via het Spaanse kadaster. Met alle kosten en bureaucratie en mogelijke problemen die erbij komen. Waarom zouden we die problemen over onszelf af willen roepen? Geen slapende honden wakker maken. Lekker zelf doen. Het risico is natuurlijk altijd dat je op een gegeven moment, als je een dispuut krijgt, kan iemand naar het centrale landelijke kadaster gaan en zeggen van, ik eis nu, alles staat op mijn naam, formeel, ik eis nu al die grond op en ik wil dat al die anderen afgekikt worden. En die zeggen dan van, ja, maar wij hadden een lokaal kadastertje en ik heb hem zoveel betaald, maar voor dat stukje grond en zeg jij, je hebt nooit geregistreerd, toedeledokie. Ja, dan kan je dus in feite heb je dan dus over een Judas in de groep. Ja. Maar als je te maken hebt met een gemeenschap van zeg dat er 30 man wonen en één iemand begint zo te donderen, dan is hij gewoon al zijn gebied kwijt, want die kan nooit meer zijn gezicht daar vertonen. Ja. Dus je garandeert dan als gemeenschap, dus helaas als collectief, hè? Dat dan weer wel. Daarom garandeer je dus de rechten van iedereen. Ja, ik weet niet of het een groot probleem is. Maar dat is het ding van sociale druk, hè? Want als je elkaar gewoon kent dagelijks met elkaar hebt, dan worden dat soort scenario's worden gewoon heel erg ver gezocht. Ja. En dat is ook precies het scenario wat allerlei anti-libertariërs, allerlei socialisten tegen inbrengen. Van ja, als er geen regels en geen overheid is, dan gaat iedereen stelen van iedereen. En iedereen gaat maar doen wat ze willen. Het punt is niet dat er geen overheid is. Het punt is dat er wel een overheid is hier die een kadaster heeft. En die ook een leger heeft en machtsmiddelen. Die waarschijnlijk groter zijn dan de sociale druk. En ja, dus je moet inderdaad een kwaadwillend persoon hebben die opeens gaat zeggen van, hé, maar formeel staat alles op mijn naam. Nou, iedereen oprolt of zo. JF die reageert in de chat. Ja. JF. Die zegt, hoe zit het met vastgoedbelasting als we ons eigen kadaster hebben? Trekt de gemeente zich daar iets van aan? Er staan een vijftal huizen staan geregistreerd in het kadaster. Er zijn er in de praktijk iets van 25 ruïnes, waarvan er dus dan 20 logischerwijs niet geregistreerd staan. Dat kan je dus lekker zo houden. Die vijf die wel geregistreerd staan, de duurste daarvan kost je 100 euro per jaar aan belasting. Dus dan zeg ik van betaal die 100 euro dan maar, want het is niet de moeite om daarover te gaan twisten. Ja. Maar en je moet ook, om terug te komen op zulke conflicten, hè, iemand die echt op conflict uit is, je moet zorgen dat je je lokale overheid te vriend houdt, hè, zoals de burgemeester, de gemeenteniveau, die moet je te vriend houden, want die weten alles wat er gebeurt. En als je die te vriend houdt, en niet alleen dat, maar gewoon echt gewoon elkaar goed kent, als er dan van een hoger overheidsniveau problemen komen, dan zullen die jouw kant kiezen in plaats van dat hogere overheidsniveau. Ja, ik denk dat je gewoon ook moet uitkijken welke mensen je toelaat in je gemeenschap. Dat is denk ik belangrijk. Dat is een beetje zoals Zuid-Amerika, omkopen van de ambtenaren eigenlijk.
politie een tientje geven. Ja, dat is mij afgeraden. Nee, dat is maar het komt er wel op neer. Van, je moet ze te vriend houden. Dus, Nee, hoe hou je mensen te vriend? Door ze gewoon, als je ze in de kroeg tegenkomt, elkaar een rondje te geven. Hij geeft jou een rondje, jij geeft hem. Dat simpel. Feitelijk omkomen. Ja, nou ja, sociaal smeerolie. Sociale smeerolie. Hè? Dat je een barbecue hebt in het dorpsfeest en je nodigt iedereen uit. In Nederland noemen we dat netwerken. Ja, netwerken, lobbyen. Hè? In Amerika heet het lobbyen. Dus ja. Dus, maar dat je dus lobbyt met je lokale overheid. Maar niet letterlijk hoeft om te kopen. Gewoon zorg dat je. Ja. Het is een district van 1600 man. Iedereen kent elkaar. Ja. Dus je moet gewoon zorgen dat je meedoet. Ja. JF vraagt nog: als er straks een mooi huis op staat, hoe zit de situatie er dan? Sorry, als er wat? Ja, hij vraagt: als er straks een mooi huis op staat, hoe is het dan? Denk ik. Of die belasting omhoog gaat. Ik weet niet wat jij bedoelt. Ik zie niet in waarom. Die belasting die blijft hetzelfde. Die gaat op het vloeroppervlak van het huis, denk ik, dat het op is berekend. Nou, weet je waarom al die huizen er zo lelijk uitzien? Ja. Ja, ze zijn al denk ik al lang blij. Als is het dan nog steeds 100 euro, vraagt de JF. Of je een mooi huis hebt. Nee, dat zoals ik zei, ik denk dat die belasting is berekend op de locatie van waar die staat, het district waar die staat en het vloeroppervlak. Ik denk dat het daarop gebaseerd is. En niet op het feit of het er mooi of lelijk uitziet. Dan kan een ambtenaar van buiten natuurlijk ook niet bepalen of je binnen een thuisbioscoop en een sauna hebt staan of zo. Zorg gewoon voor dat de weg ernaartoe heel modderig is. Dan zal die ambtenaar nooit komen. Ja. Maar, er is in Nederland huis te koop waar helemaal geen weg naartoe is. Hè? Je kan alleen met een boot bij komen. Oké. Maar we gaan even verder met de berichten, want we hebben hier nog een berichtje over de WEF. Even kijken hoor, de WEF die... Het WEF. Het WEF, ja. Het WEF. WEF Peace. Even kijken, allows how a billion across the world comply with the lockdown restrictions. Ja. Ja, dus deze man van het World Economic Forum, of die in ieder geval daarmee gelieerd is of zich uitgeeft als een opinion piece dat is gepubliceerd door het World Economic Forum, wat hoog op van de toren blaast hoe miljarden mensen mee hebben gedaan met die vrijheidsbeperkingen van de lockdown van COVID. Ik heb ondertussen een leuk en filmpje. En daar wordt ook nog gezegd: suggesting they would do the same under the guise of reducing carbon emissions. Dus in het Nederlands wordt er door datzelfde artikel gesuggereerd dat ze ook voor uitstoot van broeikasgassen het zullen accepteren om in lockdown gezet te worden. Experiment geslaagd. Ja. Je kan het pas weten als je het probeert, hè? Dus we zullen zien binnenkort. Ik wilde een filmpje afspelen ondertussen van China, waar dan allemaal boze Chinese overheidsmedewerkers in elkaar slaan die. Nou, dat is ook zwaar overdreven. Coronatesten willen doen, maar zijn ik kan vijf het man. Filmpje laatst niet afspelen. Vijf man die daar bezig zijn. Er zijn 1 miljard Chinezen en er zijn 5 Chinezen boos. Nou, er zijn wel meer dan 5 Chinezen hoor. Er zijn een hele groep Chinezen. Ja, een hele groep van 5. Nee, er zijn echt meer dan 5 hoor. Ik heb het zo niet gezien, maar ik kan hem helaas niet afspelen nou. Dus je ziet een hele grote groep boze mensen die een klein groepje... Ja, dat is het enige. Ze waren maar weinig politieagenten. Daarom leken het veel protesteerders. Ah, je kan je voorstellen, het gebeurt natuurlijk wel eens vaker dat die dingen een beetje overdreven worden. Als je wat over hoort over protesten in Nederland, het buitenland, dan krijg je ook wel eens het idee van, nou, de regering staat op het punt gelinched te worden in Nederland. En dan denk je van, nou, als ik mijn mening hierover mag geven, gaat het the way of the Canadian truckers. Komen die verhalen van de gebroeders de Wit weer voorbij? Ja, opgegeten. Opgegeten door de Nederlanders. Dat soort mensen zijn het. Moet je, en ik vind dat Amerikanen dat vaak hebben over Fransen. Die hebben ook een idee van, ja, die Fransen, op een gegeven moment, dan staan ze voor de Bastille. En dan zeggen ze,
Dan hoef je, ja, dan komt met de guillotine, hoef je maar één keer te zeggen van let them eat cake en dan is het gebeurd. En dan denk je, ja, wacht even, dat was toen misschien, maar die Fransen van vandaag de dag, ja, die zie ik dat die iets te snel doen. Nou, die zijn altijd wel van een of andere welletje hoor, die Fransen. Dat, en misschien die Algerijnen die er in Parijs zitten. Ja, die sowieso, daar is altijd in de banlieue is het altijd heibel, maar de... Ja, ik heb mijn beste vriend heeft in Frankrijk gewoond, hè. Dus dat, ik bedoel, ze lopen de helft van het jaar lopen ze sowieso te staken, gewoon, ook als er niks is. Dan staken ze ook gewoon, omdat het kan, weet je wel. Dus, en die staan ook gewoon, ja, rustig met z'n allen met de gele hesjes op straat, dus dat, ja. Ja, en ik, heb bij, het is, ik vind het moeilijk te voorspellen, ik heb niet het idee dat de revolutie in Frankrijk gaat beginnen. Maar, ja, je weet het nooit, ik denk eerder dan in... In zo'n, ja, zo'n land als Hongarije of zo, of Tsjechië of zo, dat soort landen. Oekraïne ook, daar zijn ze gewoon wat meer van, we gooien de politieman in de vuilnisbak. Servië liepen ze wel het parlement binnen en dan niet op, niet op uitnodiging van de FBI, maar liepen ze gewoon zo het parlement binnen. Ja, ja, zeker. Ja. Met die en het jachten in de mond van zo'n politicus. Maar je hebt het nou over die lockdown verplichtingen van, dat is 2 jaar geleden of zo, maar niks. Ja, als je dus de herhaling, want Mark heeft een stukje daarvan in zijn clips gebruikt. En als je die herhaling daarvan terugkijkt, dan is het ook wel gewoon een lichtshow, lijkt het hoor, die is opgezet. Of het moet hele slechte frames geknipt, maar het ziet eruit als een gemaakt mediamomentje in ieder geval. Maar in ieder geval, ja, het is toen wel gebeurd en Servië had zich verzet, want ja, dus de politie die kon niet op tegen het volk hier. Te weinig ambtenaren. Ja, ik denk dat buitenlanders hebben vaak de neiging om een protest in een ander land groter te maken dan het is. Ik denk Iran ook, van hoe groot is dat nou? Ja, het lijkt me toch heel lastig om daar in verzet te komen. Maar dat wordt dan wel opgeblazen. En dat geeft ook weer steun aan de lokale protesteerders. Die, wow, we zijn in het buitenland gehoord. En in Iran is het natuurlijk politiek wenselijk, zo'n protest. Hè? Het is een moorddadig regime, maar het is natuurlijk zo'n protest komt niet zomaar grassroots organisch van het grond. Dat is opgezet waarschijnlijk. Ja, ik denk dat je het land ook een beetje moet kennen. Want ik heb wel een keer een Iraans homo gesproken. Die dan hier naar Nederland komt voor de Gay Pride. Maar die woont gewoon in Iran en wil daar ook blijven wonen. En hij legt uit van ja, hoe die cultuur daar zit. Van ja, op straat moet je niet laten zien dat je homo bent, want dan word je inderdaad gestenigd. Maar dat maakt het juist, juist spannender. Want het is een hele levendige homo. Aparte opvatting. Hier heb je aanpokken de steniging. Hij verdedigde het. Hij zei van, wij hebben een hele leven van de homo zien. Daar zijn we hartstikke blij mee. En ik woon nog steeds in Iran, zegt hij. Maar ik kom gewoon af en toe naar Nederland toe om een beetje mee te feesten. Het is meer zo'n politiek middel. Ja, maar ik bedoel, kijk, je hebt wel een scheiding tussen privaat en publiek. Dus de straat is publiek. Daar mag je inderdaad heel veel dingen niet doen. Maar privé, daar heb je gewoon van alles. Dus je hebt een hele levendige underground scenes, weet je wel. Ja, zoals die islamitische deelrepublieken van de Verenigde Arabische Emiraten. Je mag bijna alles, maar ga je naar het naburige Sharjah, daar mag je gewoon helemaal niks. Maar behalve binnenshuis. Dus allemaal mensen die dan binnenshuis gewoon een koelkast vol met bier hebben staan. Maar op straat, dat kan totaal niet. Ik heb het idee dat het binnenshuisleven des te gekker is naarmate er buiten minder mag. Hè? Ja, zo kwam het inderdaad over wat hij vertelde. Ja. Dus, en hij had zoiets van, hij voelde zich hartstikke... hij was trots op zijn land en al die dingen. En hij had echt zoiets van, waarom is iedereen zo boos op Iran, weet je wel? Is het beste land ter wereld, weet je wel? Ja. En hij was dan notabene homo. Dus, ja. Is die doen we jou blijven slapen ook, Joël? Nee. Misschien is het als homo ook makkelijker in Iran dan in Amsterdam-West, hè? Ja, dat kan ook zo zijn. Dat geloof ik zeker. Maar de CEO van Pfizer, die zei dat hij een middel op de markt had gebracht waardoor je geen COVID meer kon krijgen. Kennelijk heeft hij hem zelf niet gebruikt, want... Hij heeft... Een tweede keer in 2 maanden heeft hij weer COVID.
Wacht even, mag ik iets zeggen? Ja, of Coolio het in jullie bericht heeft gehaald. Die is vandaag gisteren overleden. Coolio, de rapper, Gangster's Paradise. Oh, yes. Ja, en die is er weer zo'n gevalletje van spontaan dood neervallen. Oh jee. Shit. Ja. En ze waren niet meer de jongste. Hij was kennelijk al 59. Kennelijk word ik ook wat. Maar geen hartproblemen, geen verleden van hartproblemen. En spontaan dood, niet wakker worden, of tenminste. Is dat sudden death syndrome? Ja. Is er al een vaccin tegen sudden death syndrome? Sudden death syndrome vaccin. Maar die CEO van Pfizer nou niet op een idee. Nee, maar ik vind het heel handig dat sudden death syndrome. Kijk, het is natuurlijk een eufemisme en een bliksemafleider, maar het is heel handig dat het geregistreerd wordt. Dat al die mensen die eigenlijk doodgaan aan het vaccin. Dat die gewoon onder kopjes een death syndrome wordt gedaan. En dan weten we precies uiteindelijk, als er dan tribunalen komen, hoeveel mensen er overleden zijn. Dus ik vind dat helemaal niet zo gek. Ben je nou mensen aan het bedreigen? Overigens wordt de positieve COVID-test van deze man in twijfel getrokken door sommigen. En is het alleen een marketing stunt om zijn eigen vaccin een boost te geven? Of zijn pilletjes. JF vraagt of er al een huiszoekingsvaccin is. Ja. Ja, maar dat is het dus. Je moet gewoon die vaccins nemen. Weet je wat ik las? Ik dacht dat het een speld was. Ik dacht echt dat dit is een speld. Of krijgen we dat straks nog? Dat er is een vaccin tegen honger of zo. Of tegen de voedseltekort of zo. Dat zou een bericht zijn. Dreigend dat is toch geweldig. Bij de voedselramp. Wat is dat in hemelsnaam? Ja, dat is geweldig. Dus we gaan nu gewoon dus... niet let them eat cake, maar let... schaarste van voedsel. Dat mensen, dus die mensen hebben voedseltekort, honger. Maar dan komt een vaccin tegen. Ja, dat is geweldig. Maar ik dacht echt dat het is een speld. Maar het is echt een serieus bericht. Ja, ja. Hè, toch? Ja. Peter, ik kwam van jou. Ja, ik vond het ook, het is een hele cynische inderdaad. Een vaccin, even kijken hoor. Krijg je heel veel eiwit naar binnen gespoten, zodat je... Nee, het is in Science Direct, zo te zien. Zo, Wolters Kluwer, sciencedirect.com. Trends in Pharmacological Sciences. Malnutrition vaccines for an imminent global food catastrophe. Together with climate change. Daar hebben ze gelijk in de eerste zin beginnen. Ze al met climate change. Een beetje al van. Je moet het verder niet serieus nemen. Ja, Oekraïne wordt er ook meteen in genoemd in de tweede zin. The war in Russia and Ukraine. Ja, in de eerste zin staan al climate change en Ukraine. And social disruption in supply chains from COVID-19 pandemic could produce global food shortages or even mass starvation events. Promising new interventions include vaccines to prevent infectious causes of malnutrition or infections disproportionately causing death. Dit is een typisch gevalletje van let them eat vaccines, hè? Beetje zoals let them eat cake. Ja, dus het gaat dus, ik heb het heel snel even doorgescand, het gaat dus om een soort van voedingspreparaten, vitaminepillen. Met dan een hoekworm medicijn er doorheen gegooid. Dus dat als je dan zo'n ondervoede kindje hebt, dat je dan die spuit geeft, dan heeft hij eventjes voldoende essentiële vitamines en mineralen. Maar dan denk ik gewoon van ja, voor de prijs van zo'n spuit en al die hele operatie kan je misschien ook gewoon zorgen dat hij een bord eten krijgt. Die boeren zijn opgedoekt, zonder boeren. Ja. Wat ze zeggen in het artikel is dat als jij een voedseltekort hebt, dan heb je eerder last van een aantal problemen. En daar is een vaccin tegen. Tegen die problemen die je kan krijgen als je te weinig... Ik hoorde het laatst, er is een clip ook van Biden, hè, die Biden zegt. En wat was het nou? Hij had het over... Over die hurricanes. Ja, over de hurricanes. Als je zegt van het belangrijkste met een orkaan is dat je gevaccineerd bent. Ja, dat klopt. Ja. Inderdaad. Want, dat was ook geen speldbericht. Ja, want die gewoon... je moet je goed voorbereiden op een orkaan. En dat doe je door gevaccineerd te zijn. Want als je niet gevaccineerd bent en er is een orkaan, dan heb je allemaal extra problemen.
Zorg er nou voor. En dan natuurrampen. Hij noemde, hij zei van, behalve orkanen, alle natuurrampen eigenlijk. Ja. Dus meteorieten, overstromingen, dijk doorbraken. Als je een meteoriet op je hoofd krijgt, wil je geen besmettelijke ziekte bij hebben. Kijk, als er een dijk doorbraak is en je dreigt te verdrinken, dan het laatste wat je aan je hoofd wil, van ben ik nou wel of niet gevaccineerd? Is een hoestbuik. Daar ben je niet aan denken. Je hebt andere problemen. Dus je moet zorgen nou dat je gevaccineerd bent. En zonder te lachen, hè? Zonder te lachen. Zeg dat... Die man heeft ook helemaal niet door wat hij zegt eigenlijk. Nee, dat sowieso niet. Hij weet niet meer hoe hij van het podium af kan komen en wie die handen moet schudden. Het is, hij heeft laatst gezegd: waarom is mijn puntje Puk hier niet? En dat was die was overleden. Dan had hij zelfs ook nog een overlijdensafspraak. Was die even vergeten? Jackie. Jackie. En die was een Jackie. Jackie. Hij had natuurlijk het idee dat hij al in de hemel was. Jackie's dead. Ja, dat was wel weer prachtig allemaal. Ik moet wel zeggen, ik vind hem de beste president ooit, hoor. Ja, dit is wel. Ik heb nog nooit zoveel lol over een president gehad. Voor het libertarisme is het op zich wel goed, hè? Want denk je, als dit mij moet vertegenwoordigen, maar dan ik heb vanzelf. Ja, ik heb wel de laatste tijd al meer mensen gehoord die de ogen geopend zijn doordat de waanzin iets te extreem is geworden. Onder andere die dokter Corrie, die in het begin ook heel erg medische bladen geloofde en daar wel veel vertrouwen in had en altijd de New York Times las. En toen die opeens al die onzin hoorde uitgestort worden met COVID... Toen is hij ook zijn vertrouwen in de New York Times verloren. Dus hij had iets van, ja, nou geloof ik daar ook helemaal niks meer van. Die schrijven gewoon pertinente leugens over iets waar ik veel van af weet. En dat gaat natuurlijk steeds meer gebieden raken. Dus er gaan steeds meer mensen hun vertrouwen verliezen. Ondanks de Hellman amnesia. Dat is dat effect dat je de krant openslaat. Dat je iets leest waar je verstand van hebt. Dat je weet dat het absolute onzin is. En dan sla je de volgende bladzij over. En dan zeg je, oh, dat is interessant. Hè? Dit en dat is gebeurd in Jemen. Terwijl je dan niet denkt, van, nou, dan kan dit ook wel eens een leugen zijn. Maar kennelijk bij toch wel een hoop mensen gaat de knop om. Van ja, nou kan ik kan het helemaal niet meer vertrouwen. En dat zie je natuurlijk ook wel aan de kijkcijfers van CNN. En veel van dat soort en de abonnementcijfers, dat gewoon terugloopt, omdat mensen niet meer kunnen lezen gewoon. JF, die schrijft nog in de chat van hoe zit het met de glasvezel in de buurt bij het libertarisch dorpje, denk ik, dat ik bedoel. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet onderzocht, want kijk, ik hou nu een videoconferentie hier vanuit het dorp 10 kilometer afstand, en ik weet dat in het desbetreffende verlaten dorp de internet nog beter is. Want die mast die staat daar. Die staat hoog op een berg natuurlijk. Zodat die het hele vallei en het gebied eronder kan bestrijken. Ja, die staat er pal naast. Je hebt toch allemaal Starlink? Ja, je hebt ook Starlink natuurlijk ook. Dus ik heb het glasvezel nog niet gecheckt. Er is geen glasvezel uiteraard in het verlaten dorp. Dat weet ik wel zeker. Maar het is wel gewoon heel snel internet. Ik heb het wel eens geklopt. Ik kan het even terugzoeken. Maar ja, ik weet niet wat je precies wilt. Als je bijvoorbeeld heel erg regen of mist of sneeuw of zo gaat krijgen, kan het wel zijn dat je internet er dan een tijdje uit ligt. Omdat het boven de grond het signaal wordt doorgegeven in plaats van het kabel onder de grond. Maar mm-hmm. Ja. Ja, en natuurlijk als je gaat gamen en is je latency wat groter of zo, dan is het nou ja. Ja, een Pornhub, hè. En daar zou het geen verschil moeten. Een straalverbinding aanleggen, hupsakee. Straalverbinding. Oh, sorry. Ja. Ja. Want even kijken, wat lees ik hier nou allemaal. Grote hoeveelheid zinloos veelvoer kan 1 miljard mensen voeden. Ken je die docu, de Yes Man? Dat is zo'n docu van 20 jaar geleden. Dat is een beetje een linkse docu. Daar lopen een paar activisten te trollen. Bij het, hoe heet dat? God, ben ik nog te jong voor? Ja, dat was 20 jaar geleden, was heel populair. Er was een groepje die liepen te trollen bij die,
World Trade Center, zeg maar. En dan gingen ze daar hele belachelijke voorstellen doen. Had ze bijvoorbeeld een opblaasbare businessman suit. Maar dat was een enorme penis, weet je wel. En met een, op de eikel zat dan een beeldscherm. En dan kon de manager, die kon dan naar zijn personeel kijken, weet je wel. Overal waar hij liep. En dan hadden ze ook een voorstel gedaan van recyclebaar eten. En dan hadden ze gezegd van ja, 80% van een hamburger wordt eigenlijk niet verteerd. En dat wordt weer uitgescheten en dat kan je eigenlijk recyclen. Dat is wel een voorstel van hun. En daar moest ik dus aan denken toen ik dit las. Ja. En waar ik aan moest denken is van zinloos veevoer. Dus het voeren van vee wordt kennelijk als zinloos gezien. En daar kan je ook 1 miljard mensen mee voeden. Wat ze niet willen, want ze willen het liefst die 1 miljard mensen gelijk overlijden. Zinloos, want die dieren moeten eigenlijk dood. Hè? Die moeten niet bestaan. Ja, maar het is super grappig. Weet je, je gaat dus gewoon die koeien, die geven niet meer te vreten. Dus we kunnen geen rundvlees meer eten. Maar we kunnen wel de biks eten. De fucking biks kunnen we eten van wat de veevoer koeien. Is, hè? Want veevoer zijn de restproducten en afvalproducten van allerlei andere processen. Hè, zo de brouwerij, alle zooi die uit die tank komt, die wordt verwerkt tot veevoer. Alle klokhuizen van appels die bij de appelmoesfabriek vrijkomen, die gaan naar de varkens toe, enzovoorts, enzovoorts. Dus moeten wij nu dus, er moeten 1 miljard mensen nu dus klokhuizen en pulp uit de brouwerij gaan eten of zo? Ik denk, ze zien ons eigenlijk als vee. Dat is eigenlijk het verhaal, denk ik. Ja, nou, dat is het, ja. Dat ze nog met die recyclebare hamburger komen, weet je wel. Van, je poept 80% uit van die hamburger. Die verteer je eigenlijk niet. En die kan je recyclen. Ja. Een soort matrix. Maar jongens, draaien ze van het rad. Okay. Allemaal vrienden kijken en die zijn allemaal geïnteresseerd in de egelde. Vrienden willen alleen maar geld hebben. Oké, draai ondertussen van het rad. Gewoon een egelde rad willen ze zien. En dan willen ze een e-portemonnee maken. En dan moet ik ze ook nog allemaal uit gaan leggen ook. Maar Mannix is trouwens in deze scene is Mannix niet te horen. Er zijn vrij weinig mensen die wat getypt hebben. Dus mensen, typ even wat in de chat. Ja, verdorie nog aan toe, man. Ik probeer iedereen te motiveren. Ik weet het ook allemaal niet meer. Nou, Marnix heeft niet eens een e-gulden portemonnee. Dat vind ik helemaal treurig, weet je, als libertariër. Ja, ik zeg al ethische hè. Ik heb er net een aangemaakt. Oké. Ik heb ergens nog een crypto-account. Ik weet niet, zit je bij... Kan je bij alle crypto-accounts ook e-guldens installeren? Ja, je moet naar EFL.nl. Trouwens, Mark, je bent... Want ik heb zo'n wallet waar je van alles op kan zetten, maar ik weet niet of de e-gulden er ook op kan. Je moet echt naar EFL.nl gaan. Ja, centraal bijgehouden wallet is. Ja. Of je moet zo'n hardcore wallet downloaden. Dat kan ook met je hele blockchain ook downloaden. Maar, even kijken, maar je bent trouwens niet te horen nu voor het publiek, Mark. Dus... Maar ik ga even wat rad draaien. Dus mensen, typ nog even snel wat in de chat als je ook wat wil winnen. Ik zie dat er meer mensen luisteren dan dat er mensen daadwerkelijk wat in de chat hebben gepost. Dus je krijgt nu nog even de kans. En dat is 3. Oh, wacht even hoor. 2, 1, 0. Ja, ik moet wel even het goed doen natuurlijk. Hoppakee, hartstikke idee, red ik het Ted, klaar is Kees, boom. En dit was de laatste kans. Hoppakee, oh ja, gaat hij nou draaien natuurlijk, moet ik even kijken. En de winnaar is je Flabbergast, die krijgt dan 2 keer 36 EVL's. Ja, precies op midden toch? Ja, nee, maar uiteindelijk degene die licht wordt, die is de winnaar. Dat is in dit geval Flabbergast. Dus zijn nog mensen nog Flabbergast. Nog niks typen, want ik moet nog even clear wheel en... ondertussen mogen jullie gewoon doorlullen. Ja, wat is het volgende bericht dat er stond? Je bent nog niet te horen trouwens. Hier is de tussendoor bericht. Court orders production of Seth Rich laptop. Dat is die gast die... die zo plotseling die vermoord is, waarvan verdacht
Ja, die ervan verdacht werd dat hij een DNC, dat hij aan de DNC hack had, die e-mail hack destijds had gedaan. Is het die gast die, die in een Tesla tegen een boom reed of zo? Nee, hij is beroofd, maar zijn portemonnee was geloof ik niet gejat, vlak voor zijn eigen huis, ja. In een gebied waarbij nooit iemand beroofd werd. Met een foto van hem, heeft hij zo'n Amerikaanse vlagpak aan. Mm-hmm. Bekende foto. Oké. Maar nu is er dus een rechtbank en die hebben van de FBI, men vertrouwt de FBI ook niet helemaal meer, die hebben ze ook wel onder de pet gehouden. Maar nu is er dan Kort, die heeft die laptop opgevraagd. Oké. Is wel leuk. Ja, dan hebben ze weet ik voor 4 jaar de tijd gehad om dat ding helemaal te wissen. Ja, dat zal ook niet veel uitkomen denk ik, maar... Oh jezus, ja. Nee, ja, goed, ja, ik heb hier het volgende bericht trouwens. Dat is de Nord Stream Pipeline. Er is een paspoort van Poetin gevonden, had ik al begrepen. Ja, dat is ook wel een beetje het bericht van de week, ja, vind ik. Ik zit de hele tijd te praten, jongens. Blijkt dat ik op mute sta, dat is ook wat. Ik geef de hele tijd van die zinnen schreeuw ik er tussendoor. Ik denk, goh, er is niemand die reageert, joh. Meestal teken dat je microfoon niet doet. Sorry. Nee, inderdaad, ik kom erachter. Ja, we vonden ook al normaal schreven allemaal door elkaar heen, maar nou kon ik gewoon tussen komen. Nee, ik denk, er reageert niemand op wat ik zeg, joh. Nou, ik ben wel een beetje heavy aan het gaan in Wappieland, nou. Want... Ik probeer de drukker iets op te gooien. Gewoon. Ik heb zoiets van... het is allemaal leuk, een beetje zeuren en kankeren. Een beetje demonstreren. Maar ga nou verdomme die e-gulden wallet aanmaken. En doe nou even mee. Doe nou iets concreets, weet je wel. Nou, ja, dus ik ben ook een beetje heavy aan het gaan nou. Volgens mij is een e-gulden een hele goede manier om het te doen. Dus wil ik alleen nog maar. Ik vind het leuk dat je het zo oppikt. Ik wil trouwens aanraden mensen. Dan even naar de LP gaan. En vragen dat je daar met de e-guldens voortaan je lidmaatschap wil betalen. Ja, dat is tof. Dat is tof. Ja, ik heb al tegen de iemand al gezegd daar. Van het bestuur van doen. Die zou naar kijken. Maar ja, je moet ze meestal motiveren met heel veel berichtjes. Ik zal ook wel een keer. Maar het is wel een goede basis. Het is wel een goede basis dat mensen ontevreden zijn en dat mensen boos zijn. Maar daarna moet fase 2 komen. Wat ga je nou doen? Wat ga je nou concreet doen? Ga verder. Ik wil nog even zeggen dat de mensen die nou de e-gulden draaien, het absoluut niet leuk zouden vinden als de LP breed uit gaat neerzetten dat ze dus e-gulden accepteren. Dus dat is ook. Maar ja, ze accepteren ook Monero. Nee, natuurlijk. Maar ik wil alleen maar zeggen, dat is gewoon het hele bullshit aan het hele verhaal ook nog eens. Dat die mensen van de e-gulden dus ook, omdat het dan de Libertarische Partij zou zijn en ze geen politiek willen bedrijven. Maar goed. Ja. Nee, ik wil zeggen... Nee, maar ik bedoel, luister, die mensen die in Wappieland zitten, die bedrijven wel allemaal politiek. Hè? Ja, die zijn precies. Allemaal ontevreden. Die zeggen dat het systeem niet werkt. Ik zeg ook gewoon, stemmen doe je met je portemonnee. In zulke tijden dat je voor een rechtbank moet komen waar gewoon de meest grote bullshit al jaren... De meest grote bullshit wordt uitgesproken. En dat het allemaal maar als waarheid. En met kranten die dat allemaal maar bekken met halve feiten. En politiek die zo corrupt is dat ze het nodig hebben om te blijven bestaan. Nou, dan moet je gewoon je centen eruit trekken. Nou, en dan kun je het ook in de bitcoin steken. Alleen, ja, mijn ervaring is dat je uiteindelijk... toch met de mensen om je heen het meeste economie bedrijft. Dus dan kun je wel ook in een bitcoin gaan zitten, maar uiteindelijk is een e-gulden een verlengde van een bitcoin. Zonder bitcoin is er geen e-gulden. Het is trouwens weer een verlengde van Litecoin, toch? Maar in ieder geval... Letterlijk. Het is de techniek van Litecoin. Hey, waar is Peter Litecoin eigenlijk? Man, ik denk van, dat gelul over de e-gulden, ik ben weg. Nee, misschien dat hij zo terugkomt. Oh. Maar ik wil het over die Nord Stream hebben, die is opgeblazen deze week. Ja, inderdaad, op de plek ongeveer waar NAVO met onderwaterdrones aan het oefenen was.
Ja, ja, dat heeft natuurlijk geen verband. Hè. Dat heeft geen verband. Dat, en ook niet dat het van tevoren al gezegd is. Dat Poetin heeft het gedaan. Die heeft hoogstpersoonlijk daar neergelegd. Ah, Poetin heeft ook de inflatie uitgevonden. Hè? Ja. Uitvinding van Poetin. Ja, en er was zijn paspoort is ook gevonden naast die bubbels. Dus ja, het is ja. helemaal... het verhaal is rond. We kunnen nu legitiem binnenvallen. De hele wereld is het erover eens, jongens. De gemeenschappelijke... Nee, hoe zeggen ze? De internationale gemeenschap heeft het besloten. Maar die von der Leyen die was ook heel boos al, hè? Die was al heel boos. Ja, heel boos. Ja, ze was natuurlijk had ze al een beetje zand in de kut van die overwinning in Italië. Van die mevrouw daar. Dus er was... Ze was al niet blij. Ja, en dan blazen de Amerikanen ook nog eens een Duitse pijplijn op. Oh nee, dat was het Poetin. Sorry, Poetin. Dan blaast Poetin ook nog eens de Duitse pijplijn op. Ja, dan wordt ze toch wel boos. Interessant is natuurlijk dat zowel Biden als Victoria Nuland die staan on record als... ja, we gaan dat tegenhouden, die pijplijn. Dat moet je niet willen. En Amerika, Trump heeft het zelf ook gezegd van ja, Duitsland te veel afhankelijk van dat Russische gas. En dan wordt hij opgeblazen, dat ding. En ook nog wat van die hele ongemakkelijke vragen dat de journalist zegt, maar hoe kan je dat dan doen? Want het ligt toch niet op Amerikaans grondgebied. Ja, we hebben onze, we reken maar op, ja. Dat kunnen we doen. En dan wordt die ding opgeblazen en dan, de eerste verdachte, Rusland. Ja, want die blazen zijn eigen pijplijn. Ja, die kunnen gewoon de gas uitzetten. Ja, zelfs al zouden ze iets willen opblazen, kunnen ze dat gewoon veilig op hun eigen gebied doen. Van, oh, er was een ongeluk. Het hele ding is kapot nu. Ja, inderdaad. Dat is nog makkelijker. Tucker Carlson, die legt het ook helemaal perfect uit. Poetin, die heeft dat fantastische drukmiddel van, als jullie... Een beetje doen wat wij willen, dan krijg je een beetje gas. En doen jullie niet wat jullie willen, dan krijg je weer even geen gas. En dat is gewoon heerlijk voor Poetin. Ja, en dat gaat hij nou opblazen. En dat gaat hij dan zelf opblazen. Dat weet je wel. En Tucker zegt dan ook van, nou, we weten één ding zeker. Poetin heeft het niet. Ja. En dat is wat we weten. We weten één ding, Poetin heeft het niet gedaan. Nou is het de vraag, wie heeft het wel gedaan? Ja. Ja, en dat al die anderen toch zeggen, Poetin heeft het gedaan. Ja, vandaag was het dus mooie, die... Ze zijn ook al boos, hè? Ze zijn al boos. Dus ik weet niet of er een telefoontje is geweest van von der Leyen of zo, richting Biden van, blaas dat ding nou eens op. Dan kunnen wij weer eens boos zijn. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet of dat geweest is. Maar... En ze gingen ook al keiharde maatregelen aankondigen. Dat was ook al zo. We weten al wie het gedaan heeft. Want dat is het maffe aan oorlog. Dat iedereen gewoon gelijk weet wie het gedaan heeft. Want dat zou ook de AIVD kunnen zijn geweest. Want dat Nederlandse gas, dat is nou veel waardevoller natuurlijk. Dus dat kunnen we ook heel duur aan de Duitsers verkopen. Dus ik denk dat Maar dat gaat Nederland niet doen. De AIVD dat gedaan heeft. Hij mag het Nederlandse... Nederland... Ze nog meer omlaag doen. Dus de mensen die het meeste betalen voor Nederlands gas, zijn Nederlanders. Ja, het is natuurlijk wel zo dat Nederlands gas hierdoor wel veel meer waard wordt. Dus ik vraag me af of de VVD de verleiding staan. Of Nederland daar gebruik van gaat maken, dat is de andere vraag. Hè? Ja. Het wordt veel meer waard voor de Nederlanders. Maar daar heb je die postcode loterij acties voor meegedaan. Anders dan was ik heb die grap wel eens gemaakt van we moeten een pijpleiding leggen uit België. Ja. Dat we uit België gas kunnen importeren. Zo'n U-pijplijn. Maar ik had hier nog een berichtje over, even kijken hoor, de Fransen die gaan een weerbericht geven over de stroomuitval. Ja, nee, het schijnt te zijn dat als er bepaalde, weer bepaalde dingen laat zien, dat je energieverbruik daarop... Nee, als er te veel energie verbruikt wordt in een bepaalde regio, dan komt er een code rood, dan gaat het ding op rood en dan valt de stroom uit, dus... Ja, het wordt een beetje zo'n derde wereldland.
En dat zal overal wel gaan gebeuren. Nou, ze hebben in Frankrijk sinds vorig jaar al een maximumprijs voor energie. Die gold toen van 1 oktober tot en met 1 april. Ik weet niet wat er daarna mee is gebeurd. Maar je zag bijvoorbeeld ook, ik zag deze week een filmpje van een Nederlandse dame. En die zei van nou, alle energie wordt toch binnenkort door de overheid betaald. Want het maakt allemaal niet meer uit. Ik ga eens even kijken hoe hoog dat ik mijn energieverbruik kan krijgen vandaag. Ze zetten ze al de apparaten aan en de koffiezetapparaten, de wasmachine. En alles werd uit televisie stond aan. En toen ging ze van de 3 kilowattuur naar de 11. Nou, daar was ze blij mee hoor. Dat was een heel erg leuk, ja, hoe zeg je dat? Sarcastisch filmpje. Maar dat krijg je dus wel als je een maximum prijs hebt. Dan gaat de overheid, en dat gebeurt nu in Nederland ook al, dan zeggen ze je mag maximaal per maand zoveel aan onze prijs. En de rest moet je alsnog zelf betalen. Weet je wel, dus... Energie op rantsoen. Krijg je energie? Ja, je krijgt een beetje. Als je een maximum prijs gaat krijgen, krijg je uiteindelijk ook rantsoen. Want je kan niet de realiteit blijven ontlopen. Op een gegeven moment moet je gewoon accepteren dat er een limiet zit aan wat er mogelijk is. Nou, en dat. Ja, en dan is het in Californië dat je even je Tesla maar niet op mag laden. Ja. Wat dan weer heel slecht is voor Tesla's. Hè? Avonds. Als die batterijen leeg gaan, dan is dat heel slecht voor de levensduur. Dus je moet altijd, je moet ze één keer in de 2 weken altijd opladen, die dingen. Want anders dan kun je er zoveel 100.000 kilometer minder mee rijden. Ja, maar het probleem is met al die zonnepanelen, is dat ze nog nergens een zon hebben uitgevonden die 's nachts schijnt. Ja, dat wil nog niet echt lukken. Als je heel snel rijdt, met die auto, dat je zo met de zon mee rijdt, zo. Ja, wat met sommige mensen dan deden met het jaar 2000, dat ze 2 keer wilden vieren. Ja, eerst in Hawaii, dan vervolgens naar Vanuatu, of omgekeerd, dus Vanuatu begonnen en dan naar Hawaii gevlogen. Ja. Maar alleen met de Concorde kon je snel genoeg gaan om daadwerkelijk eerder aan te komen dan wanneer je vertrokken bent. Dat is... Ja, ik denk dat je daar sowieso kort kan blijven. Als je de hele tijd moet meevliegen, dan kun je niet langer dan een uur zitten. Nee, maar zij vlogen dan oostwaarts. Hè? Dus het nieuwe jaar, die datum ligt dan... Maar dan kun je toch maar 2 keer vieren. Als je oostwaarts zou vliegen, dan kun je toch maar 2... Oh, ja, 3 keer. Nee, 2 keer kun je dan vieren. Ja, misschien 3 keer als je dan nog een keertje west... Nee, je kan maar 2 keer vieren dan. Ja. Maar goed, dat is toch 2 keer, dat is toch wel grappig dat mensen dat deden. Ja. Maar het gaat via Tesla niet werken, nee. Dus, en die Fransen die kunnen ook niet, die komen dan ook gewoon in de Atlantische Oceaan terecht. Dus dat, ik lees dat net dat oversterft is 10.000 man. Ik dacht al dat het 6.000 man was, maar het is nou 10.000. Het begint er een beetje op te lijken, die genocide. Iedereen is nog steeds, het is nog steeds een raadsel, hè? Ook wereldwijd. Maar is dat dan 10.000 per week? Per jaar. Nee, er zijn nou 10.000 doden. Nee, maar het onderzoek, loopt sowieso nog een half jaar. Dus het blijft sowieso een half jaar nog een raadsel natuurlijk. Wat? Wat over de oversterfte. Waar die oversterfte vandaan komt. Okay, die precies na de vaccinatie is begonnen. Ja, er komt natuurlijk door klimaatverandering. Dat is duidelijk. Ja. Volgende berichtje inderdaad. Bonaire. Is ook getroffen door klimaatverandering. Ja. Vroeger had je gewoon orkanen, maar nee, nu is het klimaatverandering. Het was er ook warm. Bonaire heb je dat natuurlijk nooit, dat het warm is. Nee, het waait. Het waait ook nooit. Vroeger hadden ze daar gletsjers op Bonaire, hè? Dat is gewoon onbekend. Ja, de gletsjers op Bonaire worden steeds kleiner. Ja, mensen hebben namelijk nog genoeg ijs om cocktails te maken. Ja. Echt schandalig, klimaatverandering. Het mooiste is ook altijd dat de stijging van de zeespiegel dan wordt genoemd. Terwijl dat natuurlijk heel raar is dat bijvoorbeeld in de Malediven, waar ook al dat genoemd werd, dat de zeespiegel het land in gevaar zou brengen. En waar ze onlangs 3 nieuwe luchthavens aanlegden voor toeristen. Dus sommige plaatsen stijgt de zeespiegel wel, en andere niet. Hè? Dat is heel vreemd. En hier sterft het koraalrif in dit artikel. We zijn nu natuurlijk afgelaten bij het Great Barrier Reef in Australië. Dat was ook altijd, was verbleekt door CO2 enzovoort. En
toen opeens, afgelopen jaar, was het gewoon een recordgrootte, was het aangegroeid. Ja. Dus daar klopt helemaal niks van die theorie dat het verbleekt. Maar het maakt niet uit, dan gaan ze gewoon naar Bonaire toe. En zo leidt de toename van hittegolven er tot koraalverbleking. Komen ze gewoon weer mee terug. Ja, ze gaan heel rustig inderdaad. Ik geloof ook dat het ijs op de Noordpool was nog nooit zo ijs geweest op de Noordpool. En inderdaad, het Great Barrier Reef was nog nooit zo enorm in grootte gegroeid. Dus we gaan nu naar Bonaire. Ja. We schuiven inderdaad door. Dus ja. En wat voor ramp was er op Bonaire ook alweer? Ja, het waait een wind, beetje. Wind, hè? Het waait. Ja. Ja, goed. Misschien kan het koninklijk paar naartoe om het rampgebied te bezoeken. Regen dan. Het schijnt ook erg droog te zijn daar. Ja, dat vind ik ook altijd mooi. Dat is ook altijd met klimaatverandering leidt tot hevige regens. Als het dan een paar keer geregend heeft, ja, dat leidt tot hevige regens. En dan als het dan droogte is, dan leidt klimaatverandering weer tot droogte. En als ze daar dan mee geconfronteerd worden, dan is het, het meer extreme krijg je door klimaatverandering. Het mooie is dat je altijd het tegenovergestelde kan vinden wat er op dit moment gebeurt en als gevolg van klimaatverandering wordt aangevoerd. Ook zelfs werd er heel vaak gezegd, in Nederland gaat het kouder worden, want die warme golfstroom die komt in gevaar door die klimaatverandering. Dus het kan heel goed dat het in Nederland kouder wordt, maar daar hoor je dan niks van als het dan als er een hittegolf is in de zomer. Dan is het alweer, zie je wel, het klopt die klimaatverandering, want er is een hittegolf. Dus ja, maar jullie zeiden eerder dat het kouder zou worden vanwege de verdwijnende golfstromen. Ja, dat klopt inderdaad. Want dat extreme weer, dat kan je heel divers uitleggen. En er was toen ook zo'n RTL Nieuws weerman. Dat was, die zei van, we hebben heel lang geen herfststormen meer gehad. En we hebben extreem rustig weer. Het is gewoon. Dat is eigenlijk met die orkanen ook, hè? Dat komt door de klimaatverandering dat we gewoon. Dat we geen herfststormen meer hebben. Dat het gewoon extreem rustig is. Het is heel rustig. Het is gewoon heel extreem. Met die orkanen was het ook zo. Er was na die orkaan van 10 jaar geleden of zo werd er ook gezegd van. Het is een hele erg orkaan geweest. En je kan dit veel meer verwachten. Want door de warmere oceanen. Daar zit energie in, die orkanen, die staat die warmte-energie aan die orkanen af. En daarom worden ze zo sterk. Dat komt door het toenemen van de. Dus dit kon je al meer verwachten. Je hebt 10 jaar lang heb je geen orkanen gehad. Extreem weinig orkanen. Daar hoor je dan weer niks van. En nu is er natuurlijk eindelijk weer eens een orkaan in Florida. En het is natuurlijk weer klimaatverandering. AJF die schrijft ook, er zijn bijna geen ijsberen meer op. Ja, schandalig. En pinguïns ook niet, hè? Pinguïns ook niet. Maar zo'n stukje leest op nu jij of weet ik wat, als je daar eens per ongeluk terechtkomt. En het gaat over klimaatverandering. Dan kan je altijd het woord klimaatverandering gewoon vervangen met het woord hekserij. En het leest precies net zo goed. Ja, wat staat er nu bij het nu jij eigenlijk? Ja, als je nu leest die titel, hè, van ook Bonaire getroffen door hekserij. Greenpeace start rechtszaak. Klopt nog steeds. Ja, het mooie is ook... twee topberichten van nu jij even voor. Hier heb je de eerste van Boelkrep. Boelkrep die schrijft... Die koraalriffen zijn belangrijk voor het toerisme. Oh, die quote het artikel voor een stukje. En om CO2-uitstoot en stikstof te verminderen... zullen geen toeristen meer worden toegelaten tot het eiland... Dat zal dan wonderen doen voor het herstel van de natuur, wat via de rechten nu afgedwongen gaat worden. Okay. Hier staat ook bij Bonaire, toch is overstromingsrisico mogelijk niet de dringendste klimaatzorg voor Bonaire. Dat zou ook wel eens droogte kunnen zijn. het zou overstroming of droogte kunnen zijn. Het kan vriezen, het kan dooien, hè? Zei Jan Pelleboer. Maar dan gaan we nog even naar voorzitter Berg. Dr. Paaltje heeft ook nog wel een leuke reactie. Die schrijft gewoon een dijk bouwen rondom het eiland. 300 meter uit de kust, 15 meter hoog.
dwars door alle koraal en dergelijke. Iedereen veilig. Hartstikke idee. Ja. Maar voorzitter Bergkamp. Even kijken hoor. Wat, oh ja. Ja, die speelt het Bergkamp alleen. Doodzonde. Gratis. Misgenderd per ongeluk. Een transgender Kamerlid. Ja, oh ja, dat was... Het verhaal van Grinneke. Ja. Dat, ja, die had... de Bergkamp had iemand misgenderd. Oké, okay, dat is een fantastisch Nederlands woord trouwens, misgenderen. Wat is ja, ik was altijd in de veronderstelling dat mijn vocabulaire best wel ruim was. Maar het werkwoord misgenderen, dat ken ik nog niet. Maar, dat, maar het was een of andere... Net zien ja, als maar het was gesteekt. Ja, misgenderd. Maar het was en van verginderen of verginneken? Van wie is nou, het? Nou, doe je het dubbel. Dan geef je de, dan geef je de achternaam ook nog verkeerd. Grinneke, hoorde ik Johan al zeggen. Dus dubbel op. mevrouw of meneer van Grinneke. Zal wel een vrouw met een paard zijn. Maar ik vind het ook wel toevallig. Je hebt 150 Kamerleden, hè? En dan heb je een transgender ertussen. Nou, als jij een dorp hebt met 150 man, nou, er zit geen enkele transgender tussen. En zelfs een dorp van 1500 man niet. Maar ze weten het, in die Tweede Kamer weten ze nog een transgender te. En je hebt het in Amerika ook, hè? Daar heb je dan zo'n minister. Dat is een transgender. Wat doet hij ook alweer? Die is van Defensie, volgens mij, die jij bedoelt. Die blonde. Met die bril. Heeft die überhaupt ooit in dienst gezeten? Putin af te schrikken. Ik weet niet, is dat die van Defensie? Hey, er zit er eentje van Defensie op een hoge positie die ook transgender is. Er is zo'n hele grote vierkante... Ja, die is nu een vrouw of zo. Ja, Peter weet dat wel. Peter weet dat wel. Wie is dat dan? Ik ken niemand van het hele kabinet. Maar goed, ik ga er gewoon vanuit dat ze binnenkort weg zijn. Ja, maar, ik bedoel, transgenders, hoeveel heb je ervan? Maar ze jij zegt ze zijn overgerepresenteerd in de, in de politiek. Ja, ja, ik denk het ook, ja. Dat vind ik, ja. Nou, best wel ik ben wel blij om te weten dat dit nou dus een vent blijkt te zijn. Want ze had mij inderdaad dan tuk, deze... Maar ik vraag me af hoe dat gaat. Er is dus kennelijk een wens vanuit van de politiek. Laten we politiek correct zijn. We willen graag een transgender op die positie. Ja, daar kunnen we, stemmen mee winnen. Maar hoe gaat dat dan? Zeggen ze dan op een gegeven moment tegen iemand van... Nou, als jij je harige piemel met een roestig broodmes eraf laat snijden... dan verhoog je kans om op die positie te komen? Nee, maar die zijn er wel. Die types die bestaan gewoon en die zoeken ze dan uit. Want die kun je niet tegenspreken, want dan ben je een bigot als je dat doet. Dus daar kan je nooit wat van zeggen. Dus dat is een soort geheim wapen. Jij zegt dat ze moedigen het niet aan. Ze moedigen het wel aan. Dat komt ook nog, maar... Dan zeggen ze waarschijnlijk, ja, of je vertrekt nu, Kamerlid, zus en zo, want je bent in opspraak geraakt, of je snijdt hem eraf. Dan... Maar als je een lage rang hebt in een politieke partij, helemaal als je een blanke of nu een witte man bent, een witte cis-man, hoe kan je je positie het best bevorderen op dit moment? Dus gewoon door een jurk aan te trekken. Ja. En je hoeft niet eens je piemel eraf te snijden. Dat is niet, was ooit dat een eis. Nee, hoeft niet meer. Dat klopt, ja. Nee, er is nou een wet. Dat vind ik dan ook wel apart. Want er is nou een wet. Je mag in een paspoort mag je gewoon als man gewoon vrouw noemen. Als je je zo voelt. En dan, maar dan stel ik me zo voor. Dan kom je ook als... dan ben je zo'n grote harige vent met een grote harige piemel. En dan loop je gewoon in de kleedkamer van zo'n waterpolo meisjes team binnen. Zo van, ik ben Gerda. En dan, ga je samen douchen, weet je wel? Die Chaka man, hoe heet hij ook alweer? Die was laatst naar de rechtszaal gegaan om zijn leeftijd te laten veranderen. Hij zei, ik voel me nog 20, dus ik wil nu dat er op mijn paspoort staat dat ik 20 jaar oud ben. Maar dat heeft hij dus niet voor elkaar gekregen. Dat mocht niet. Nee, wat het mooie zou zijn, dan kan je ook de andere kant op doen. En dan kan je zeggen, ja, ik ben 67, kom maar op met die AOW'en.
Ja. Ja. En met je korting. Dat gaan we wel op, hè? Want als je ziet op scholen, daar, ja, met kinderen die doen ook maar natuurlijk wat. Eerst werden ze punker en nu worden ze transgender. Maar dan heb je ook dus de furries. Dat zijn dan kinderen of volwassenen die zich dan identificeren als dier. Ja. Nou, je mag nergens meer wat van zeggen als leraar. Dus er zijn scholen waar er dan kinderen zijn die zich identificeren als kat of als hond. En dan zo'n furry, zo'n carnavalspak aantrekken. En dan moet de school dan een kattenbak neerzetten. Zodat ze hun behoefte kunnen doen. Ja, er was wel zo'n figuur die had dat in zijn bedrijf gehad. En die begon helemaal te doen van, ja, maar kattenbak, dat is gevaarlijk voor zwangere vrouwen. Dus en die begon daar heel serieus op in te gaan. Die had alle problemen met katten, had hij dan tevoorschijn gehaald. Net zo lang. Ja, maar dan heb je toch ook geen leerplicht meer als kat? Dan heb je geen leerplicht meer. Hé! Hey. Ja, zo slim zijn ze niet, hè? Zo slim worden ze net niet gemaakt. De kat die moet wel... Dat is de voorbode van wat er komen gaat. Hè? Want ja, wat er op die scholen gebeurt en vervolgens op de universiteiten, dat gaat dus ook dus doorstromen naar de rest van de samenleving. Dus ja, ik maak de borst nat hiervoor. Ik vind het, het wordt alleen maar gekker. Dus heb je straks een furry in de Tweede Kamer ook. Zo iemand die met zo'n carnavalspak. Het gaat steeds meer. Die gasten worden later ingenieur, hè? En die moeten wel allemaal gebouwen en pijpleidingen en andere shit. We sturen je vliegtuig op weg naar je vakantie. Ja, precies. Maar ik vind het ook wel zo lachen, want die voorzitter, nou, weet je, kijk, die hele fucking politiek, dat hele theater, weet je wel. Het is, ja, it's not my circus, they're not my clowns, weet je wel. Het is verschrikkelijk. Maar die voorzitter, die Schippers of zo, heet ze? Het is vooral totaal compleet fascistisch verschrikkelijk. Maar waar wordt ze op aangesproken? Omdat ze iemand misgenderd heeft. Weet je wel? Voor alle dingen. Weet je wel? Ze heeft gewoon Kamerleden de mond gesnoerd. En ze heeft gewoon, weet je wel, ze heeft de meest verschrikkelijke dingen gedaan. En ze, weet je wel? Nee, ze heeft iemand misgenderd. Dat is dan haar grootste ding, weet je wel? Ja, dat was toch met die gouverneur van New York ook. Die hoe heet je nou ook weer? Ja, die heeft een heleboel COVID-mensen de bejaardenhuizen ingejaagd, waardoor de grootste sterfte ever was in Cuomo. New York. Cuomo, ja. En uiteindelijk krijgt hij dan voor billen knijpen, wordt hij eruit geknikkerd. Ja, precies. Maar dat is dan een dingetje. Dat was toch ook met die Halsema? Die Halsema, nou ja, weet je wat? Dat kutwijf, weet je wat ze allemaal niet gedaan heeft en die Romeo's die ze op die demonstranten heeft gezet. En dat was dan een heel klein dingetje met een soort fraude dingetje of zo. En daar werd ze even mee bedreigd dat ze daarmee voor de bus zou worden gegooid. Is niet gebeurd, want toen sprong ze weer in het gereel, want dat was allemaal weer goed. Maar dan hebben ze hebben altijd zo'n heel klein dingetje. Weet je wel, wat hebben ze nog achter de hand? Van nou, als we jou voor de bus willen gooien, dan kunnen we jou voor dingen dit toch even pakken. Trouwens, JF zegt waarom een kat kiest dan een bedreigd diersoort, een panda. Of kun je ook een... Ja. Heb je ook gelijk geen last meer van uitzoekingen. Dezelfde reden als waarom dat... Het panda. Dat is dan dezelfde reden waarom dat die kinderen niet in de gaten hebben dat een kat geen leerplicht heeft, weet je wel. Die kunnen een kat en een hond en een kanarie. Maar een panda, dat is net te hoog gegrepen. Maar met een panda dan loop je dan het risico dat je in de dierentuin gedwongen wordt seks te hebben met andere panda's. Word je ook meteen uitgeleverd aan China. Dan eist China je bezit op. Wat? Alle panda's zijn van ons. Hier met die panda's. Ik vond het ook wel... Trouwens, nou we toch bij Vrijheid Radio zitten. En Yoshi er is. Ik ga weer met pensioen, hè. Na vandaag. Dus dan je weet hoe dat gaat, hè. Yoshi heeft altijd al voor de pedoclub. Maar ik las vandaag... of gisteren een motie... Die was afgewezen. Dat ging erom van de kinderen die ten onrechte uit huis waren geplaatst. Wat de overheid van vond dat ze ten onrechte uit huis werden geplaatst. Ja. Dat die weer terug moesten komen. Die motie is afgewezen. Ja, maar er is tenminste één van die kinderen die niet meer leeft. Dat moet zo zijn.
Ja, maar ik bedoel, ja, je zou normaal gesproken zeggen van nou, als de overheid zelf vindt dat het ten onrechte is dat een kind uit huis, dan is het ontvoering, hè? Dus. En nou, dan moet dat kind dus weer terug. Want de overheid zelf vindt dat het ten onrechte is. Nou, hoe kun je daar tegen zijn tegen die motie? Ja, maar stemmen... daar zijn ze het op tegen. Daar zijn ze op tegen. Ja, het stemmen gaat helemaal over. Het stemmen gaat helemaal via volgens kabinet partijenlijnen. Ze stemmen gewoon blind. Dus je kan de gekste dingen inzetten. Dat als de oppositie het inschiet. Thierry Baudet moet dat gewoon gaan doen. Gewoon een hele rare. Voor de hand liggende 2 plus 2 is 4 achtige toestanden. En dan gaan ze nog tegenstemmen. Want ze moeten gewoon per definitie tegenstemmen. Dus het was zijn inderdaad hele leuke dingen mee te doen. Ook de ChristenUnie. Denk ik van ja, ChristenUnie. Waarom zou je daarop tegen zijn? De kinderen zijn ten onrechte uit huis geplaatst. Er is sprake van ontvoering. En dat ze dan weer teruggaan. Nou, daar zijn ze gewoon op tegen. Stemmen ze gewoon tegen. Nou ja, dat is onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Maar waar wij niet op tegen zijn, is natuurlijk het draaien aan het rad. Ja, verdorie, draaien aan het rad, man. Ja, ga ik ook even dacht dat we dat toch al een paar keer... Nee, is er maar één keer geweest. Nee, dit is de derde keer. Er zijn veel te weinig mensen, jongens. Gooi nog even wat in. Kom maar nog wat toe, man. Ja, man. Dan wordt het nooit wat met die reep... Josje nooit aan van zijn EUVL's af. Nee. Typ nog even wat in de chat, beste mensen. Hartstikke idee, er wordt al wat getypt, zie ik. Hartstikke idee. Ja, op zich geeft het ook wel weer wat rust, want dat betekent dat AIVD waarschijnlijk geen tijd aan ons besteedt. Zeg maar betaald tot 11 uur, nou kwart over 11. Jezus, ja. Nou begint de echte uitzending. Hartstikke idee, daar komt ie hoor. 1, 2, 3 en nu zijn jullie te laat. Hoppakee. En de winnaar die krijgt dan 2 keer, hè? En dat is... Oh. Yeah. Wat ben je het zelf? Oh. Ja, hartstikke idee. Ja, hallo. Ik maak elke keer screenshots, jongens. Maar ik hoop dat het... ik hoop dat ik alles onthoud, hoor. Ja. Ik, er wordt er nog 1 keer gedraaid in deze uitzending en dan, dat is dan de laatste keer. Ik doe nog even 1 keertje, dan gaan we van ondertussen naar het volgende bericht toe. Ik doe nog even 1 keertje clear wheel en show wheel. Hopen dat ik geen typfout maak. En hoppakee. En dan kunnen jullie weer wat in de chat typen om op het rad te komen. Ja. Ik ga er weer tussenuit. Ik geloof dat alle vragen wel voorbij zijn. Wacht even. Niemand kan jou nu horen op dit moment. Wacht even een klein momentje. Ik gooi jou even erbij, Mannix. Dan. Waar zitten we? Hier zitten we, ja. Hoppakee. Oké, maar niks. Ja, nee, ik ga er vandoor, want ik ga morgen denk ik weer met de bosmaaier dorp wat verder schoonwegen. Oh ja. Ik moet ook vroeg op. Dus, dat kan ook gebeuren. Ja. Bedankt weer, maar niks. Ja, leuk dat je erbij bent. Ja, doei. Freecommune.org als je meer over Mannix en zijn project wil weten. Dan gaan we nu even naar Saudi-Arabië toe, want dit is ook niet zo prettig nieuws. Even kijken hoor, dit gaat over in onderzoek naar een moord bij de ambassade, geloof ik, hè? En nou was dat niet die journalist die, ik weet niet of ze bij de ambassade zat, maar daar kwam... Een van de journalisten die vermoord was, ja. Oké. Okay. En ja, er werd gewoon al gezegd van ja, dat is gewoon een liquidatie door het Israëlische leger. Ik heb te warm met de anderen, sorry, ja. Tenminste, daar denk ik dat het over ging, ja. Maar misschien is het wel iets anders, ja, want het is een sniper. Misschien dat het wel ander is. Maar ja, die andere was ook een journalist. Ik heb niet het idee dat het allemaal ongelukjes zijn. Nee. Niet gevaccineerd tegen liquidaties. Ja, dit gebeurt dus schering en inslag een beetje. Dat is, kennelijk, dat is een nieuwe vorm van censuur, dit.
Dat die men, zou die Abe daarom ook het loodje hebben gelegd? Waarom? Voor een censuur. Oké, deze heet Abu en hij heet Abe. Dus jij denkt, er zit een bepaald verband. Ja, maar dat is een, ik lees nou pas dat ze van de pers is, dus dat is dan weer... Abu was een politicus. Ja, precies. Ik had eerlijk gezegd niet gelezen, het werd ons opgestuurd, dus ik had even in de groep gegooid. Nee, ik lees het nu ook pas, ik wist helemaal niet dat er... Ja, ik denk dat dit inderdaad een ander is dan ik in gedachten had, ja. Want dit is een sniper, volgens mij was die andere, dat was gewoon bij een inval, bij een huiszoeking overleden. Oké. Maar die Abe is ook wel raar dat hij na zijn politieke carrière nog doodgeschoten wordt. Was het in die een? Ja, ik heb er wel wat van iets over gezien. Shit, maar de info is me een beetje ontgaan weer. Fuck. Ik had inderdaad even beter in kunnen lezen. Ja, kijk, het punt is dat gaat zo'n journalist gaat mee met een Palestijnse groep en dan wordt ze neergeschoten door een Israëlische sniper. En dan zeggen ze vanuit Israël, zeggen ze, ja, die mevrouw die supporte het terrorisme, weet je wel. En dan, ja. In Israël. Okay. Geen rechtszaak bij nodig. Ja, in Israël schieten ze gewoon op Palestijnen. Ja, als je dan toevallig als journalist meeloopt en ze zien net niet dat jij van de krant bent. Ja, nou ja. Ja, er staat een enorm kogelvrij vest en daar staat heel groot pres op. Hè. Dat was natuurlijk met een Nederlandse journalist ook gebeurd. Die was ook, droeg ook een kogelvrij vest. En die werd neergeschoten door een sniper in Syrië, geloof ik. Precies onder zijn oksel zo, waar die twee dingen aan elkaar komen. En dan vraag je ook wel af van, wist hij te veel? Ja. Kijk, en hetzelfde met het sudden adult death syndrome. Op een gegeven moment vallen zoveel mensen dood neer, dat het een stuk makkelijker wordt om gewoon te zeggen, ja, hij is zomaar dood neergevallen. Ja, je weet niet of het echt zo is. Het wordt gewoon... Dus misschien was deze journalist inderdaad wel heel erg goed en had ze informatie over wat anders. En ja, als je dan ook nog een artikeltje in Palestina gaat maken, ja, dan ben je vogelvrij verklaard op zo'n gebied. Ja, dus ja, wie weet wat de reden is dat zij net is neergeschoten. Maar dat inderdaad niet in echt een plek is van een freak immune. Ja, het is al zeker niet de eerste. Weet je, het wordt daar continu op mensen geschoten. Dus ja, dat deze nou toevallig voor de pers werkt. Ja. Ja, overigens, de ene waar ik aan dacht, dat was een man. Ja, dat weet je niet, hè? Dat staat er niet bij. Dus misschien identificeert. Nee, maar ik moest daar ook aan een beetje... zaak denken. Maar er was is ze doodgeschoten? Gaat Johans ook nog eens een keer zitten misgenderen? Ja. Ja, sorry, ik had over journalist. Dus ik moest even denken aan een zaak, maar dat was een... Je zou er eigenlijk een misdaad van moeten maken. Ik vond schuldigen, ja. Nou ja, goed, even kijken hoor. We waren even. Oh ja, hier hoor, dan gaan we hier naartoe. Hartstikke idee. Ja, ik zeg het is toch wel goed dat ik mijn tekst niet heb voorgelezen, want dat was te veel geweest. Ja, ja, ja. Volgens mij is dit even het laatste bericht. Ja. Dus dan moeten we. Ja, dan moeten we nog even een keertje aan het wiel draaien. En dan. Dan is dit het laatste. Dus mensen, jullie kunnen nu nog wat in de chat gooien. En dan gaan we naar het laatste bericht toe. Dus laatste moment om nog even e-guldens te winnen. Sowieso krijg je 36 e-guldens. En dus typ gewoon wat in de chat als je dat wil hebben. Hoeveel euro is 36 e-guldens? 2,5. 3 euro, sorry. 3 euro, sorry, ja. Dus wees er snel bij. Ik gewoon 3 eurotjes. Fake news today. We hebben weer een nieuwe. We hebben een nieuwe luisteraar. Fake news today. Maak er gewoon een printscreentje van. Ja, dat was mijn toetsenbord wat eventjes. Oké. Dus mensen, 3, 2, 1. En hartstikke idee om je mee te laten.
Ja. We gaan draaien. En hij komt op. Eldorado. Ja, Eldorado. Kijk. Ja. Hartstikke idee. Heeft toch nog geluk. Ja, So, ja, dank je. Leuk, Eldorado. Hartstikke idee. Ja. Je hebt het verdiend. Dan gaan we even terug naar de berichten. Ja, het laatste berichtje is dat de FBI is... Omdat ze zo erg druk bezig waren met 6 januari, hadden ze geen tijd voor. Was het seksuele misdrijven? Ja, ja, die FBI, wat die de laatste tijd voor elkaar spelen, dat begint nu toch ook wel een beetje. Hebben ze nog nut? Ja, er komen langzamerhand komen er ook leakers naar voren die zeggen: ja, het is maar een klein clubje binnen de FBI die zo politiek bezig is. Ja. Het roert zich wel een beetje. En nou ook weer, was er weer ophef? Wat was er nou ook weer? Volgens mij zijn het er toch inmiddels al 12 of zo die ze naar voren hebben gebracht als whistleblower. Ja, ik weet niet. Ja. Ik las nog wat over de FBI. Of was het misschien de UK-politie? Ja, was geloof ik UK. Die haalde zich ook. Ja, hier. UK Police Department savaged for defending convicted serial pedophile against hate. Dus ja, het is apart dat ze het heel druk hebben om echte misdrijven aan te pakken, dan opeens heel veel tijd hebben om fake hate crimes aan te vallen en opeens heel veel tijd hebben om pedofielen te verdedigen. Ja. Ja, Prins Andrew, hè? Ja, ik zei het laatst al een keertje, maar je hebt nou die FBI, de movement, die daar een heel, die zeggen dat het allemaal politiek is en die... willen bloed zien, wat dat betreft. En ja, nou ja, of er koppen gaan rollen, dat moet nog maar blijken. Maar ze zijn wel een bepaalde grens overgegaan toen ze bij Trump zijn binnengevallen. Want toen begon iedereen van, ja maar, en die laptop dan? Hebben jullie toen niet de verkiezingen beïnvloed? En dat is al, nou ja, die verkiezingen zijn inmiddels 2 jaar geleden. Dus... hoe lang ligt het allemaal? Ja, maar ze hebben ook 35 mensen rond Trump hebben ze opgepakt. Ja, ja, zeker. Dus die Steve Bannon en ja, het is... aan alle... En ze hebben natuurlijk een heleboel onder de pet gehouden. Ze hebben zelf die hele Trump-Russia-gate hebben ze zelf verzonnen. Ja. Dan hebben ze die Hunter Biden-schandaal hebben ze op de pet gehouden. Oh. Jemen. Ik dacht dat het een hond was. Wat gebeurt hier allemaal niet? Genade, man. Helemaal muten. Ik heb gemute, hoor. Ja. Ja, dan heb je nog een microfoon openstaan. Is je weer teruggegaan? Nee, is je weer teruggegaan? Godramme. Ik had hem weer technisch probleem. Technisch probleem. Ja, Linux is niet zo perfect, dus... Ik had juist mijn mic gemute. Om eens even lekker te kunnen. Kunnen boosten, ja. Maar dat je weer overgaat naar mijn webcam mic. Hoe dan ook? Ja, maar Skype is een Microsoft product. Hè? Dus, overigens heeft de FBI dit ontkend. Hè? Die zegt, nee, we hebben tijd voor alles en nog wat. Nee, dit was toch door de FBI zelf naar buiten gebracht dat dit zo gedaan is. Oh, ja, ik hoorde, het is een whistleblower inderdaad. Oh, dan is dat een van die whistleblowers. Oké. Dat de FBI dat... Ik dacht dat dit bevestigd was, maar dit is niet bevestigd. Op zich moet dat makkelijk zijn om dit te regelen ook, als je er binnen de FBI zit. Je gaat gewoon de hele tijd vragen, kan ik achter die pedo aangaan? En dan op het moment dat ze zeggen, ja hoor eens Frit, je moet nu weer gewoon parkeerboetes gaan schrijven. Nou, zie je wel, dus er zijn resources voor. Ja, precies. Die FBI, die willen gewoon heel de dag door al die files met kinderporno scrollen met z'n allen. Nee, sorry. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat dit gewoon mensen zijn die politiek aan de andere kant staan. En die gaan dan proberen de FBI een beetje in een kwaad daglicht te stellen. En dat is niet moeilijk. Ja, maar het is toch wel zo dat... Het is ook gewoon zo dat de mogelijkheden voor het oprapen liggen. Om zo'n organisatie in deze staat zwart te maken. Dus. Ja, maar daar zeg je dan het goede in deze staat. Maar die staat, die is internationaal helemaal niet erkend. Want het zou een
een neutraal politieapparaat moeten zijn. Nou, maar Johan, hou nou eens op. En, maar wat laatst vond ik zijn opmerking van Zuckerberg van Facebook ook wel interessant. Dat die Zuckerberg, die zei tegen Joe Rogan, zei die van, ja, hoor eens met die laptop. Wij kregen de FBI op bezoek. Still a respected institute. En ik vond dat stil, vond ik heel interessant woordkeuze erbij. Dus eigenlijk zei hij van, ja, ik kreeg de FBI op bezoek, dus ik moest dat wel gaan censureren. Maar omdat, ja, dat wordt toch nog steeds als een respectabel instituut beschouwd. Waarmee hij eigenlijk aangaf van, ja, het zakt wel hard weg. Maar, en het is het eigenlijk niet. Is het eigenlijk niet meer. Dus hij gaf heel duidelijk een trend aan, ja. En dat is ongemerkt, hè? Want dat soort woordjes glippen er tussendoor. Want dat geeft zijn echte gevoel weer, volgens mij, ja, daarover. Want dat soort dingen zeg je gewoon per ongeluk, omdat je dat echt zo denkt. Ja, en het geeft ook inderdaad zijn standpunt weer. Of weet je wel, van ja, als het zo'n instituut... Ik geef ze nog gehoor, ja, aan. Maar, zolang dat, ja, van mij eigenlijk gewenst wordt, moet ik dat wel doen. Ja. En zolang zij die impact hebben en de steun hebben, ja, kan ik daar niet omheen. Ja. Ja. Hey, ik ga er vandoor, jongens. Ja, goed zo. Ik doe het ook hier. Ja. Nou, dan ben ik er ook klaar mee. Ja, ben ik er ook klaar mee. Ik ga ook even af. Hoi, hoi. Dus, ja, beste mensen, ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor het luisteren naar dit programma. Uiteraard zijn we volgende week weer. Als het goed is, dan weer gewoon op een woensdag. En ja, ik zou zeggen, toedeledokie. En nou ja, de eindtune en alles, je kent het wel. Ja. En dan zal ik nog even de hoogtepuntvideo van mijn brief van vanmiddag delen. Voor de mensen die een hekel hebben aan lezen, dan lees ik hem voor. Ja. Oh ja, en je kan alles lezen op schulden, hè, met een G. S-G-U-L-D-E-N. Schulden, met een G. Ja. .nl. En daar kun je ook zijn afscheidsbrief lezen. Ja, afscheidsbrief. Jouw afscheidsbrief. Ja. Oké, meeste mensen. Toedeledokie. Ik had al in mijn nest moeten liggen. Ja, wel terug.